Dames en heren, welkom bij het Groot Amsterdams Sportdebat 2018. Ik heet u welkom namens de Stichting Topsport Amsterdam, Cultureel Centrum De Balie en de Sportraad Amsterdam. En als ik u welkom heet, dan heet ik niet alleen de 150 mensen hier in het Olympisch Stadion welkom, maar ook de mensen die via de livestream met ons verbonden zijn. We weten niet hoeveel het er zijn, maar we gaan ervan uit dat dat een veelvoud is van wat hier in de zaal zit. Mensen die ook betrokken zijn bij dit debat. Mijn naam is Roderick van Grieken, ik ben directeur van het Nederlands Debatinstituut. En nou ja, een debatinstituut houdt zich bezig met debatteren. En vandaar dat mij de eer is gegeven om dit debat te leiden. En voordat we daarmee beginnen, is toch wel even goed te benoemen wat we allemaal al voelen. Dat we toch wel op een ongelooflijk bijzondere plek zitten. Die geweldig is verbouwd. Het kan niet anders dan dat u allemaal hier herinneringen heeft liggen. Ik ben er al een aantal uur. En toen we met de voorbereidingen bezig waren, herinnerde ik opeens mijn eerste keer in het Olympisch Stadion. Dat was 1983, toen ik door mijn grote broer werd meegenomen naar mijn eerste Ajax Feyenoord. Ja, en de echte kennis onder u, 1983 was 8-2 voor Ajax. Dus dat was een topmiddag. Ik ben hier ook twee keer gefinished met een halve marathon. Toen liep ik er iets minder vrolijk bij. Maar dit gaat ongetwijfeld een nieuw hoogtepunt worden. Ik meld u nog even dat de twitteraars onder u, die zijn nog maar naar één ding op zoek. En dat hebben ze wellicht al gezien. De hashtag, hashtag sportdebat 2018. Hij stond net op mijn sheet. Gebruikt u vooral. En 020, sorry, ja, sportdebat 020. Gebruikt u vooral, zodat ook de grote buitenwereld weet wat wij hier allemaal aan het doen zijn. Ik noemde u al de livestream en dames en heren, wat we gaan doen vanavond is een debat tussen 6 lijsttrekkers. En in mijn voorbereiding heb ik even gekeken naar wat hier 4 jaar is gebeurd. Dus tot het debat onder leiding van Frits Barend. En die moet volgens mij toen een zware avond hebben gehad. Want in de samenvatting van die avond las ik dat iedereen het overal over eens was tijdens het sportdebat. En er was maar 1 grote toezegging van alle partijen. En dat was dat er in plaats van 2 uur per week op scholen 3 uur per week zou gesport gaan worden. Dat was exact dezelfde toezegging die 8 jaar geleden werd gedaan. En u raadt het al, in 2018 is dat nog steeds niet gebeurd. Dus ik zie het als een van mijn voornaamste taken om vanavond, mocht er een toezegging zijn, het wordt nu ook gefilmd deze keer, dus de beelden worden opgeslagen. Dan kunnen we het de dames en heren nog ingewikkelder maken, mocht het deze keer niet waargemaakt worden. Het goede nieuws is wel, want dat zou negatief kunnen stemmen. Wat wel positief stemt, wat u wellicht niet weet, is dat 3 van de lijsttrekkers hebben al een debat achter de rug vandaag. En dat was het horecadebat. En ze zijn met z'n 3 samen in 1 taxi hier naartoe gereden. Niet in 1 taxi. Nou, mij werd verteld dat het 1 taxi was. Maar in ieder geval, bij die 3 zal de stemming er alvast goed in zitten. Voordat wij aan de slag gaan, zou ik eerst 2 mensen graag naar voren willen roepen. Of naar voren willen uitnodigen. 2 van de organisatoren van vanavond. Allebei net in functie. De nieuwe voorzitter van de Sportraad. En de nieuwe voorzitter van de Stichting Topsport Amsterdam. Ageet Telleman en Dolf Segaar. Geef ze een warm applaus. Kom naar voren. Ageet, hallo. Dolf, hallo. Ja, ik zal aan deze kant gaan staan. Ik kan best in het midden gaan staan overigens. Laat ik met jou beginnen, Ageet. Net in functie, wat zou nou voor de zeg maar startende voorzitter van de Sportraad Amsterdam de meest briljante toezegging kunnen zijn die vanavond wordt gemaakt en dan ook nog wordt waargemaakt? Ja, nou dan eigenlijk toch weer de toezegging die we 8 jaar geleden hebben gehad, 4 jaar geleden hebben gehad en dan hopelijk ook de komende periode ook echt wordt waargemaakt. Namelijk dat het bewegingsonderwijs voor basisschoolleerlingen van 2 naar 3 uur wordt uitgebreid. En dan zou ik er een nieuwe aan willen toevoegen, ja. Dat er een toezegging komt voor een sportnorm. Zodat er, als wij, ja, dat eigenlijk iedereen in Amsterdam in zijn buurt ruimte heeft om te sporten. Ja. We weten misschien allemaal dat er op Eiburg huizen gebouwd zijn zonder dat er sportvoorzieningen waren in het begin. Dat willen we niet weer. Mm-hmm. Dus we willen eigenlijk dat er een sportnorm is. En we hebben zelf voorgesteld dat er eigenlijk per woning 5 vierkante meter gemiddeld aan sportruimte moet zijn. En dat in heel Amsterdam gemiddeld. Oké, dat is
een van de onderwerpen die centraal staan vanavond. Dus dan zal ik af en toe naar jou kijken. Er is best of al het... wel draagvlak voor, maar als we hem nou ook echt gaan realiseren de komende 4 jaar, daar gaan wij voor. Ik ga, als dat debat gaande, zal ik in de gaten houden of je die toezegging hebt gekregen die je wilde hebben. Graag. Ga ik naar jou, Dolf, eens met deze wensen? Ja, zeker. Ook gezien het applaus denk ik dat het een breed gedragen onderwerp is wat steun behoeft. En ik denk dat het goed is om daaraan toe te voegen dat je deze discussie ook wat vlot zou kunnen trekken. Als je zou zeggen, nou, de VWS-gelden die nu voor topsport of voor sport zijn gereserveerd, als je die nou zou inzetten voor schoolonderwijs, sportonderwijs, breedte sportactiviteiten, dus in dat meer bewegen. En je zou economische zaken de topsportevenementen laten financieren, dan denk ik dat beide doelstellingen bereikt kunnen worden. Maar dat is dan heb je het over economische zaken hier lokaal of landelijk? Want dat kunnen we natuurlijk hier niet regelen. Nou, dat zou landelijk zijn, maar ik denk dat het mooi zou zijn als de politiek hier het voortouw zou nemen in die discussie. Okay, prima. En als je dat zou kunnen inruilen voor in maart, als hier de wereldkampioenschappen zijn, een wereldrecord op alle 4 de afstanden. Is dat je meer waard of zeg je toch niet? Nee, dat zou ik toch voor het laatste kiezen, omdat ik namelijk overtuigd ben, als je het zo zou doen als we het nu bespreken, dat je dan nog veel meer van dat soort evenementen hier kunt doen. Okay. En dus nog veel meer wereldrecords in Amsterdam kunt realiseren. Ja. Heel goed. Nou, jullie zitten op de eerste rij, kunnen het aandachtig volgen. Mocht je op enig moment denken, dit gaat de verkeerde kant op, dan zie ik het vanzelf en dan kunnen jullie nog inbrengen. Ja. Dank. Ageet en Dolf. Dan, wat is dan uw rol in de zaal? Want een verkiezingsdebat draait eigenlijk maar om één ding uiteindelijk. En dat is degene die in de zaal zitten te helpen om een keuze te kunnen maken op 21 maart. Want dan is het aan u. En als je hier zit, dan, als het goed is, de informatie die hier naar voren komt, gaat helpen om die keuze te maken. We hebben 3 rollen vanavond voor de zaal in petto. De eerste is dat u uiteraard, als u iets hoort waar u het mee eens bent, dat gebeurt net al een paar keer, kunt applaudisseren. Als u iets hoort waar u het niet mee eens bent, kunt u het ook laten horen. Dat helpt, want dan weet het podium een beetje hoe het landt in de zaal. De tweede rol die u heeft is dat u een paar keer in het programma zal ik met de microfoon de zaal ingaan. Ik meld nu alvast dat dat heel kort zal zijn. Dus dat is per keer 1 of 2 mensen die iets kunnen zeggen. En mijn vraag aan u dan is om een enkelvoudige gerichte vraag te stellen. Dus u kunt al niet zeggen ik heb een vraag aan iedereen. En de bedoeling is ook dat het niet een monoloog wordt en dat u over een onderwerp gaat praten wat nu niet centraal staat. Dus we proberen het wel een beetje gericht te houden. Dat is uw tweede rol. Maar de derde rol die gaat nu in beeld komen is dat u ook in deze digitale tijd een aantal keer kunt gaan stemmen. En dat werkt ongelooflijk simpel. Als u gewoon naar internet gaat en u tikt in www.menti.com. Ik zal dat samen met u doen. Dan... komt u op één pagina. Op die pagina wordt gevraagd om een code in te tikken. Die code staat achter mij, 255604. En dan gaat het zich straks vanzelf wijzen. Als u dat nu niet doet, het hoeft niet, het is uiteraard geen verplichting. Maar dan kunt u niet stemmen. En ik ga u gedurende de avond 5 keer vragen om over iets te stemmen. En het is zonde als uw stem verloren gaat. Dus tikt u hem in en dan wijst het zich straks vanzelf. Want hoe gaat het debat plaatsvinden terwijl de laatste zich inloggen? Er zijn ook al mensen die hartjes geven. Nou, kan allemaal, u wordt er helemaal gelukkig van. Het debat werkt vrij simpel. En dit is ook met de partijvertegenwoordigers afgesproken. Gedurende de avond wordt er over 3 stellingen gedebatteerd. Die zijn met de organiserende partijen van tevoren bedacht. Het zijn 3 onderwerpen die actueel zijn en waarvan we denken dat de meningen erover verschillen. En dat schijnt best moeilijk te zijn op sportgebied, sportbeleid. Over die 3 stellingen gaan we debatteren. Per stelling zijn er steeds 2 die de aftrap nemen. Die zal ik dan interviewen, dat debat leiden. En vervolgens haken er 4 aan. Tweede element is dat ik iedere vertegenwoordiger van de partij kort zal interviewen hier. Dat is een wat breder interview en kort en krachtig. En iedere vertegenwoordiger van de partij zal hier vanaf dit prachtige katheder een pitch van 2 minuten houden. Waarin hij of zij u gaat proberen te overtuigen of zijn of haar partij te stemmen. En we hebben ze daarbij de vraag gesteld of ze in die pitch van 2 minuten ook een concreet voorstel willen doen.
Dus het mag een prachtig breed verhaal zijn, maar het is wel fijn als er aan het eind ook echt een belofte in zit met een concrete maatregel. Nou, dat zijn de drie elementen die we gaan doen. En om ze zelf een beetje inzicht te geven in hoe het er op dit moment in deze zaal voor staat, gaan we nu even naar de eerste vraag waar u over kan stemmen. En dat is eigenlijk de hele simpele vraag. Stel dat u vandaag het stemhokje in zou moeten, op wie denkt u dan dat u gaat stemmen? U ziet dat nu in beeld, hè? U hoeft dat daar niet te lezen, u kunt gewoon op uw telefoon kijken. En u kunt een van deze zes partijen aanklikken. U kunt ook zeggen een van de andere partijen die hier vandaag niet aanwezig zijn. Die vallen gewoon onder de categorie andere partij. Of u kunt zeggen ik zweef nog. En als u zweeft, dan kunnen we dat ook zien. Die stemmen komen nu binnen. Dat zijn er inmiddels 83. Het loopt nog even door. Ik hoorde van de burger roepen stop maar, het is voldoende zo. Nou, dan komen er nog een paar binnen. Hetzelfde dat u vandaag het stemhokje in zou gaan. Er zijn in de zijkant ook twee schermen. 36%, de grootste partij zou de VVD worden. Gevolgd door D66, 17%. Dan hebben we 12% Partij van de Arbeid. 6% ex aequo CDA en GroenLinks. 2% SP. 4% een andere partij. Maar 19% van u. En dit is uiteraard voor de dames en heren politici op de eerste rij. Daar worden ze heel blij van. 19%, dat wil zeggen 1 op de 5 mensen in deze zaal die zweeft nog. En het is aan u om vanavond die mensen binnenboord te slepen. Of in ieder geval een stukje de goede weg op te brengen. Nou, we debatteren straks over drie stellingen. Na iedere stelling ga ik aan u ook nog even de vraag stellen wat uw mening over die stelling is. Laten we gaan beginnen. En wij beginnen met eerst twee korte interviews en twee pitches van twee partijen. Dat is eerlijk geloot in welke volgorde we dat doen. Dus daar zit niet een diepere filosofie achter. En de eerste die ik graag naar voren zou willen roepen, en dit is ook uw eerste belangrijke taak in de zaal, dat u die persoon, net zoals u ze alle zes welkom gaat geven, een warm welkom geeft. Want het is toch maar wat om hier te gaan staan en u toe te spreken. En in ieder geval aan het begin geven ze een warm welkom. En de eerste die dat te beurt gaat vallen is Renier van Danzig, D66. Een groot applaus. Meneer Van Danzig. Bedankt. Gaan we hier staan? Ja, we gaan hier staan. Ik moet eventjes mijn klokje daarbij in de gaten houden. Kijk, gewoon ouderwets op de iPhone. Ja. Voor de tweede keer fractievoorzitter? De eerste keer sinds deze periode. Sinds deze periode? Ja, maar ik mag voor de tweede keer het sportdebat doen. Tweede keer voor het sportdebat. Daarnaast ook bekend als kroegbaas in Amsterdam. En u heeft een brede portefeuille en ook een ingewikkelde portefeuille, want het is zowel sport en recreatie als studentenleven en nachtleven. Althans, daar zit nog meer in. Ja, nou ja, als fractievoorzitter mag je met de meeste zaken bemoeien. Maar ik moet wel zeggen dat sport een speciaal plekje in mijn hart heeft veroverd. Het is een enorm leuke commissie in de gemeenteraad waar heel veel wordt samengewerkt. Ja. Prima wethouder op dat gebied en volgens mij heel belangrijk voor de stad ook. En fantastische ambtenaren, dat mag ook wel maar gezegd worden. Maar heeft het nou een warm plekje in het hart omdat het zo leuk samenwerken is? Want dat zegt u. We werken leuk samen of bent u zelf fanatiek sporten? Ik niet meer zo fanatiek als eigenlijk zou moeten. Ik denk dat de meeste mensen dat wel kunnen zien. Maar ik hou enorm van sport. Ik heb in mijn jeugd altijd heel veel gesport. Ik ben echt wel sportmaf. Dus overal waar iemand... gewonnen of verloren kan worden, ga ik heel graag kijken. Oké, dus liefhebber van sport. Het is een gezellige commissie. Als we nou even één vraag, goede ambtenaren erbij, het kan niet vrolijker. Nee. Ik trek hem even breder, hè, want we gaan het vanavond natuurlijk over sport hebben. Mm-hmm. Maar als fractievoorzitter, grootste partij, als u nu kijkt de afgelopen 4 jaar, wat was nou het meest trotse gevoel? Dat u zegt dat we dit voor elkaar hebben kunnen krijgen? Nou, ik denk dat we kwamen aan een crisis met z'n allen. In 2014 zag Amsterdam nog heel anders uit. Ja. Een beetje een eigenaardige coalitie met de VVD aan de ene kant en de SP aan de andere kant. En toch hebben we het voor elkaar gekregen de stad echt enorm te veranderen. We zijn weer gaan bouwen. Er liggen enorm veel zonnepanelen op de daken. Er is enorm veel geïnvesteerd in onderwijs. En we hebben ook veel armoedegeld uitgetrokken om de armste kinderen bijvoorbeeld naar het Jeugdsportfonds te krijgen. Ja, oké. Daar ben ik trots op.
Heel goed. Ja. Grootste frustratie? Grootste frustratie. Ja, het werk is nog niet af, dus dat is altijd frustrerend. Maar wel... We gaan het straks over de sportnorm hebben. Dat had ik heel graag deze periode al geregeld. Ik kan gewoon niet zeggen dat alles perfect is, maar dat is ook politiek in een grote stad. En waar heeft u het laten liggen? Waarvan zegt u nu? Wat? Zo'n moment om je weer kandidaat te stellen is ook weer een moment van reflectie. Waarvan zegt u van nou, daar hadden we nou echt? Nou, ik vind dat deze coalitie het heeft laten liggen voor een eerlijke kans op een huis voor iedereen. Ik denk echt dat de woningmarkt in Amsterdam voor iedereen een groot probleem is. Vooral als je een middeninkomen hebt. Ik denk dat we daar nog een stuk meer op moeten doen. Dat is ook onze inzet voor de komende periode. Oké. We gaan het vanavond over drie thema's hebben. We gaan het hebben over die sportnorm. Die is al een paar keer gevallen. We gaan het hebben over internationale sportevenementen naar Amsterdam. En we gaan het nog hebben of er nu de afgelopen periode genoeg mensen aan het sporten zijn gekregen. Mm-hmm. Ik heb even de hele D66-paragraaf gelezen. Ik heb dan nog even één vraag over iets waar we het vanavond niet letterlijk over hebben. Maar wat er wel in staat, dat is het zinnetje topsportinfrastructuur moeten we behouden. En daar waar mogelijk verbeteren. Klopt. Dat is een prachtig zinnetje. Ja. Maar zal ik het even heel... Ik kan er niet zoveel mee. Heel concreet maken. Kunt u nou een voorbeeld geven wat echt op topsportbeleid beter zou moeten? Ben je bij het Velodrome geweest laatst? Nee. Nou, dat ligt op Sportpark Sloten. Dat was ooit een van de mooiste wielerbanen van Nederland. En dat ziet er gewoon agnebisch uit. Dat vind ik enorm zonde. We hebben bijvoorbeeld met het Olympisch Stadion laten zien dat als je, kijk hoe het erbij ligt, dat als je investeert in topsportlocaties, dat het echt weer boven Jan kan komen. Ja. En dat gun ik eigenlijk alle topsportlocaties. Maar laten we dan even dat ene voorbeeld pakken, Velodrome. U zegt het Velodrome ligt er, Agenebisch ligt het erbij. Ja. Dus wat is dan, u zegt daar zou geld naartoe moeten om die weer... Ja, wat ik echt voor me zie is dat we onze topsporticonen en ook die iconen die echt voor de Amsterdamse sport belangrijk zijn, zoals de Jaap Edebaan waar we laatst in geïnvesteerd hebben, maar ook het Velodrome, dat we die er echt een duwtje in de lucht geven en optillen. Ja. Er zijn zoveel mooie sportlocaties in Amsterdam, maar dat is zonde om die een beetje te laten verloenen. Ja, nou, ik kijk even naar de voorzitter van de Stichting Topsport, die klinkt tevreden, dit is concreet genoeg, het staat op beeld, die hebben we vast. Nou, hartstikke goed. U bent ook de eerste die die pitch van twee minuten mag doen. Ja, dat is voor mij ook een verrassing. Dus. In een debat worden vaak vragen gesteld, wordt geïnterrumpeerd, maar we vinden dat iedereen ook de gelegenheid moet hebben en dat kan voorbereiden. Twee minuten om even aan iedereen te vertellen waarom men op D66 moet stemmen. U mag daar gaan staan, op dat katheder. Bedankt. En zodra u begint te spreken loopt de tijd en na twee minuten hoort u het vanzelf. Bedankt. Het woord is aan D66. Fijn dat ik hier mag zitten. Er zijn natuurlijk heel veel redenen om op D66 te stemmen. Ik kan zeggen dat we staan voor goed onderwijs, goed klimaat en goed wonen. Maar ik denk dat we er vanavond het meeste aan hebben als we het met elkaar over sport gaan hebben. En ik heb een paar dingen waar we als D66 echt trots op kunnen zijn. We hebben ons volgens mij weer als sportpartij op de kaart gezet. Dat is iets wat ik echt heel graag wilde. Niet alleen omdat het zo'n gezellige commissie is, maar ook omdat sport echt gaat over mensen. Ik denk dat bijna iedereen in Amsterdam sport. Dat begint hopelijk al van jongs af aan. Bij een vereniging of lekker rondjes lopen met je ouders. Daar hebben we echt in geïnvesteerd. Dus een van de dingen waar ik trots op ben, en als je weer op D66 stemt dat we gaan uitbreiden, is meer investeren in sportfaciliteiten voor alle jongeren. Dat doen we bijvoorbeeld door de wachtlijsten aan te pakken, die ik echt een groot probleem vind. Wachtlijsten bij hockey, maar ook bij voetbal. Je hebt hele populaire sportverenigingen. En ik vind dat elk kind recht moet hebben om met zijn vriendjes of vriendinnetjes in een vereniging te sporten. Een ander punt wat ik heel graag mee door zou willen is het uitbreiden van het jeugdsportfonds. Het jeugdsportfonds zorgt dat ook kinderen van de armste ouders gewoon kunnen sporten bij een vereniging, gewoon mee kunnen doen. Ik vind dat een groot goed en daar zou ik veel verder op in willen zetten. En daarnaast zou ik graag zien dat we sport een stuk verbreden. Dat we zorgen dat we sport niet alleen gebruiken om samen met onze vrienden naar de vereniging te gaan, maar ook om elkaar tegen te komen. Bijvoorbeeld dat ouderen uit de eenzaamheid worden getrokken is een groot probleem in Amsterdam en weer terug die verenigingen ingaan. We hebben een voorstel gedaan, dus we hebben bijna volgens mij elke partij gesteund voor de betrokken sportvereniging. Dat betekent dat je op een sportpark je kantine kan gebruiken om daar of een potje te klaverjassen of om elkaar te ontmoeten. Maar ook om bijvoorbeeld statushouders aan het werk te helpen. Ik denk dat dat een manier is waarop we met sport door moeten gaan in Amsterdam. Sportverenigingen voor iedereen, maar waar ook iedereen naartoe kan. En daar mag je D66 op afrekenen. Bedankt. Heel goed. Dank.
keurig binnen de tijd. Ik zou zeggen, ik mag kiezen. Neemt dan, u plaats achter dat katheder. Dan kom ik straks vanzelf bij u terug, gaandeweg het eerste debat. We hebben nog een tweede interview en pitch voordat we naar de eerste echte debatronde toe gaan. En dat is de vertegenwoordiger voor de Partij van de Arbeid, Sofyan Mebarki. Welkom. Dankjewel. Tweede op de lijst. Van de Partij van de Arbeid. Ja. Actief al in de raadscommissie Zorg en Sport. In het dagelijks leven bent u teammanager in het onderwijs op het Calvijncollege hier in Amsterdam. Wel een beetje gedateerde informatie. Is die gedateerd? Oh, ja, dat komt van de eigen website van de Partij van de Arbeid. Ja, dan moet die snel aangepast worden, jongens. Want, ik ben ze aan het aankijken daar, de verantwoordelijke. Nou, dan moet u even vertellen wat dat dan nu is. Nee, ik heb op het Calvijncollege inderdaad gewerkt. Dus het is niet zo gedateerd. Dat is een jaar geleden opgehouden. Daar heb ik inderdaad 7 jaar gewerkt. En mijn oud werkgever is hier ook, zag ik net. Die zit daar achterin. Helemaal goed. Nee, inderdaad. Ik zit nu in de raad sinds 2014. Ik heb een onderwijsachtergrond. Jarenlang in Amsterdam voor de klas gestaan. Ja. En de laatste paar jaar in de Amsterdamse gemeenteraad. Ja. Nu is een van de uitdagingen, want Amsterdam doet het relatief eigenlijk heel goed op het gebied van sport. 74% gaat minimaal één keer in de maand sporten. Dat was een jaar of 10 geleden was dat nog 65%. Nou, als je dat vergelijkt met andere gemeenten, doet Amsterdam het goed. Tegelijkertijd kan 11% van de Amsterdammers kan niet zwemmen. En er is een groot verschil in de inkomensverschillen. Degene met, die het sociaal een zwakkere hoek zitten, die sporten veel minder. Als u nou terugkijkt naar die... Nou, tijdens het duel voor de klas stond. Hoe deed bijvoorbeeld dat Calvijncollege het? Hey, Calvijn is in die zin wel een bijzondere school. Het sportprofiel op Calvijn is natuurlijk van een heel hoog niveau. En dat heeft onder andere te maken dat er aardig wat topsporters ook op de school rondlopen. Ja. Waar de school het afgelopen jaar ook heel veel in breedsport heeft geïnvesteerd. Maar laten we niet vergeten dat in de rest van Amsterdam er nog steeds genoeg plekken zijn. Waar inderdaad heel veel kinderen niet mee kunnen. Maar ook mensen die wat ouder zijn en vanuit eenzaamheid niet de deur uit kunnen. Ik denk dat het in Amsterdam, het gaat heel goed met Amsterdam. We zijn een ontzettend gezonde, rijke, mooie stad. Maar het is niet zo dat iedereen ook van dezelfde faciliteit gebruik kan maken. Ja. En ik denk dat daarom heel belangrijk is ook dat we de komende jaren ook blijven investeren in die gezinnen die het niet kunnen betalen, om die extra te ondersteunen. Om ervoor te zorgen dat ook in alle wijken in de stad voldoende faciliteiten zijn. Denk bijvoorbeeld aan zwemwater. Eiburg, Zeeburg. Ik sprak laatst een zwemleraar van de zwemschool waar mijn eigen zoontje zwemt. En die zei gewoon, dat is wel heel problematisch. In sommige delen van de stad kan ik zelf niet zwemwater afhuren. Want dat is wel een van de dingen die concreet in jullie verkiezingsprogramma staat. Dat is het efficiënter gebruik maken van bestaande zwembaden en ook het bijbouwen van zwembaden staat daarin. Ja. Dat klinkt natuurlijk buitengewoon sympathiek, maar dat zal dan ook ten koste van iets anders ergens gaan, of niet? Overigens, deze tent heeft de storm van vorige week overleefd, dus maak je zich geen zorgen. We gaan er goed doorheen komen. Ja. Nee, maar het gaat altijd... Kijk, uiteindelijk in een stad heb je natuurlijk allemaal zaken waar je aan moet voldoen. Ik bedoel, naast voldoende sportfaciliteiten zul je ook moeten zorgen voor voldoende woningen, voor voldoende huizen. Maar ik denk de balans zul je steeds moeten vinden. En ik denk dat er echt wel plekken in de stad zijn waar je op dit moment echt wel meer zou kunnen doen als bijvoorbeeld gaat om zwemwater, maar ook om andere faciliteiten. Kun je een voorbeeld noemen? Ik noemde net Eiburg. Ik sprak deze zwemleraar en die zegt, ik maak gebruik van een klein zwemschooltje. Maar in principe is er geen binnenbad in die regio. En het enige wat je kan doen is uitwijken naar het sportfondsenbad. Ik kom zelf uit Nieuw-West. Nou, prachtig faciliteit als het Sloten Parkbad. Wordt ontzettend veel gebruik van gemaakt. Ja. En ik gun het eigenlijk bijna ieder deel van de stad om zulke faciliteiten te hebben. Ja. Want eigenlijk als je jullie verkiezingsprogramma kijkt, zijn jullie ongelooflijk eigenlijk enthousiast over het sportbeleid van de afgelopen jaren. Het staat er letterlijk in. Sportbeleid van de afgelopen jaren is succesvol geweest. Ja. Wij zijn ook heel blij met onze wethouder sport. Ik bedoel, daar mogen we best trots op zijn als stad. Maar je kan altijd nog op een aantal andere aspecten toch andere keuzes maken. Ik denk ook een heel belangrijk onderwerp voor ons is bijvoorbeeld de diversiteit van de stad. Ja. Hoe gaan we die ook terug laten komen in de topsport? Ook vandaag hier, de zaal ziet er iets diverser uit, maar nog steeds geen afspiegeling van Amsterdam. Wat en dat zijn wel dingen. Dat zou kunnen? Hoe kan je diversiteit van de stad brengen naar topsport? Nou, we zouden bijvoorbeeld kunnen kijken, dat is ook een van de voorstellen die we hebben gedaan, om te kijken in hoeverre je topsporter zou kunnen ondersteunen. Dat is in ieder geval ook bij de stad blijven. Maar je zou ook kunnen kijken in hoeveel een aantal sporten in de stad, die bijvoorbeeld niet via het NOC, NSF ook al zodanig worden bestempeld, dat je die ook als top
topsport gaat waarderen. Ik kijk bijvoorbeeld naar het zaalvoetballen in Amsterdam. Ja. We hebben hier in Amsterdam twee grote zaalvoetbalverenigingen. Het afgelopen 2 jaar zijn ook steeds Amsterdamse zaalvoetbalverenigingen zijn kampioen geworden. AOC Lebo en het jaar daarvoor het knooppunt. Het zijn in principe geen topsporters voor de NOC-NSF. Maar zijn in die Amsterdamse wijken zijn het wel topsporters. Zeid El Morabiti, aanvoerder van het Nederlands sportelftal. Werkzaam op het Calvijn ook. Ja, dat zijn wel kanjers voor deze stad. Ja. En die zou je ook kunnen helpen als zijn een topsporter. Want ze leveren de stad ook heel veel op. En hoe help je ze dan? Nou, je zou kunnen nadenken, dat is ook van een voorstel die we hebben, is bijvoorbeeld door ook topsporters te ondersteunen middels een beurs. Ja. En die beurs, dat kan echt in middelen. Mm-hmm. Maar dat kan ook bijvoorbeeld in natura. Ik bedoel, het is tegenwoordig ook voor topsporters die ook bijvoorbeeld bekostigd worden door NSF best duur om in deze stad te kunnen blijven wonen. Dus je zou ook daar heel goed kunnen kijken in hoeverre ze faciliteert bijvoorbeeld woonruimte. En vaak kun je er ook wellicht een tegenprestatie tegen plaatsen. Want in al die Amsterdamse scholen zou het geweldig zijn om Amsterdamse toekomstige topsporters iets te laten doen op die scholen. Helder. Ja, daar klinkt applaus. Ja. Laten we even kijken. Ik mag door. U mag door naar de volgende ronde, zou ik bijna zeggen. Ik zet de klok op 2 minuten. Aan u ook 2 minuten om uit te leggen waarom een ieder hier in de zaal Partij van de Arbeid zou moeten stemmen. Ja, dat is een hele goede vraag. Nou, ik denk dat de Partij van de Arbeid natuurlijk 65 jaar lang heeft laten zien waar de Partij van de Arbeid voor staat. En voor het eerst doen we niet mee in het college. En ik wil niet zeggen dat het fout gaat. Maar ik denk wel dat de afgelopen 4 jaar er keuzes zijn gemaakt die de Partij van de Arbeid niet zou maken. En ik denk dat een aantal van die keuzes onder andere te maken hebben met, is de stad er voor iedereen? Wij willen de komende 4 jaar ook op het thema sport blijven investeren in sport voor iedereen. Dat betekent, we faciliteren gezinnen die het niet kunnen betalen. Maar we zorgen er ook voor dat iedereen in de stad gebruik kan maken van alle faciliteiten die er zijn in wijken. Denk aan velden als het gaat om voetbal. Denk aan hockeyvelden. Maar denk ook bijvoorbeeld aan voldoende zwemwater. Ik denk dat dat iets heel belangrijks is wat we de komende jaren moeten doen. En er ook voor moeten zorgen dat iedereen daar gebruik van kan blijven maken. Tegelijkertijd moeten we er ook voor zorgen dat het topsportklimaat in Amsterdam van dezelfde hoge kwaliteit blijft. Dat betekent dat we daar ook in moeten blijven investeren. Maar ook goed moeten kijken in hoeverre we het topsportklimaat in Amsterdam zouden kunnen verbreden. Zodat alle groepen daar gebruik van kunnen maken. En dat is denk ik een belangrijk iets wat we zouden moeten doen. En met name ook die diversiteit. Hoe zorgen we ervoor dat de afspiegeling van een superdiverse stad als Amsterdam terugkomt in ook het topsportklimaat in Amsterdam. Wat dat betreft zou ik een heel concreet voorstel willen doen. Onze burgemeester, die helaas te vroeg is overleden, die had een hart voor de vechtsport. En die was ook bezig om te kijken in hoeverre we in Amsterdam die vechtsport van een beter imago zouden kunnen voorzien. En dat deed hij onder andere ook vanuit het perspectief van diversiteit. Want hoeveel Amsterdamse jongeren zijn dagelijks dan wel wekelijks bezig met het sporten in al die kleine vechtsportzaaltjes in Amsterdam-Noord en in Amsterdam-Nieuw-West. En hoe mooi zou het zijn als we ook voor die kinderen dezelfde kans zouden bieden, net zoals al die andere kinderen die op hockey, voetbal of op zwemmen zitten. Want voor het ene kind is Ellen Hoog de favoriet en voor een ander kind is dat Casper Dolberg. Maar er zijn ook heel veel Amsterdamse kinderen die Rico Verhoeven als groot voorbeeld hebben. En afgelopen week sprak ik Yusri Belgraoui, die was bij het Calvijn, bij het jongerendebat, Europees kampioen, wonend in Noord en gaat binnenkort vechten in Las Vegas. Als je ziet hoe die jongen als voorbeeld dient voor al die andere jongen, dan zou ik zeggen, laten we die jongens ook waarderen. Dank. Ook applaus voor u. Dank u wel. Neemt u plaats naast uw collega, want dan gaan wij, dames en heren, nu naar ons eerste echte debat toe. Hoe werkt dat? Voor een debat heb je allereerst een stelling nodig. Die stellingen zal ik u laten zien. Dat is de volgende stelling die gekozen is. De afgelopen 4 jaar is er voldoende gedaan om alle Amsterdammers aan het sporten te krijgen. We beginnen met 2 partijen die even 1-op-1 hier met elkaar over in gesprek gaan. En daarnaast gaan de andere partijen haken daarop aan. En als dat gebeurd is, ga ik heel kort de zaal in voor 1 of 2 mensen die een korte vraag hebben. Met de nadruk op kort, rechtstreeks en krachtig. Ik zou naar voren willen vragen om aan deze kant te komen staan. Erik van den Burg van de VVD en Rutger Groot-Wassink van GroenLinks. En als de andere 2 die nog niet op het podium zijn geweest, dan aan deze kant alvast kunnen gaan staan. Dan krijgt u alle 4 applaus. En overigens, dames en heren, helemaal aan het einde ga ik u vragen over deze stelling te stemmen. En dat vraag ik nu al aan de mensen op het podium. Nou, u heeft het volgens mij al gesnapt. U kunt door middel van de kleur naar voren zetten, aangeven of u vindt dat dit gebeurd is, dan wel dat dat niet gebeurd is. Ik kijk eerst even naar rechts. Daar zie ik dat. Dit wordt een topdebat, dames en heren. Dit gaat, hier word ik helemaal blij van. En hier zie ik, één keer rood en één keer groen. Nou, daar word ik dan. U stemt helemaal niet zelf. Erik, doe nou even voor het debat. Ik ga toch beginnen met de heer Van den Burg, want u bent er ook verantwoordelijk voor geweest.
Wat is de belangrijkste reden waarom u niet stemt? Nou, er is de afgelopen jaren heel veel gedaan om veel Amsterdammers aan het sporten te krijgen. En het is ook succesvol geweest. Wat wij nu zien is dat er in Amsterdam meer gesport wordt dan nationaal. Dat meisjes en vrouwen in Amsterdam meer sporten dan mannen. En dat we erin geslaagd zijn om juist in de groepen waar het heel moeilijk is, kinderen in beweging te krijgen. En ja, er is ook heel veel gebeurd in de context van alle andere dingen die moeten gebeuren. En tegelijkertijd dacht ik, ik moet hier niet over stemmen omdat ik hier de verantwoordelijke voor ben. Dus dan bestuur ik mij met mijzelf. En daarom laat ik het graag aan de anderen over. En verder, weet je, voldoende kan nooit het streven zijn. Nee. Voldoende vraagt altijd om meer. Maar daar zullen we het ongetwijfeld met z'n zessen ook over eens zijn. Ja, want er zijn een aantal stadsdelen die nog achterlopen eigenlijk. Bijvoorbeeld stadsdeel Zuidoost, die in die percentages nog achterlopen. Maar laat ik dat, kan het beste. U kunt dat het wel echt uitleggen namens GroenLinks, want u stemt rood. Waar is het misgegaan? Of wat is niet voldoende gebeurd? Nee, ik stemde rood omdat je volgens mij nooit voldoende kunt doen. En dus ja, ik denk echt dat dit een hele saaie stelling wordt. Want ook GroenLinks is gewoon heel erg tevreden over wat Erik van den Burg de afgelopen 4 jaar heeft gedaan. Ja, sorry, het spijt me, maar het is gewoon... Kijk, maar de vraag is het genoeg? En ik denk dat het bij sport het nooit genoeg is. Omdat je altijd wil dat het nog beter over stadsdelen verdeeld is. En als je ziet dat, een onderwerp waar Erik ook zeer mee bezig is. Obesitas is nog steeds een vraagstuk. Dan kan er altijd meer. Ik wil daar wel de disclaimer, dus daarom stemde ik rood. Maar de vraag is natuurlijk, hoe verdeel je dingen? Want sport is heel belangrijk, maar ik vind een heleboel andere dingen ook minstens zo belangrijk. Ik vind het heel goed als kinderen de mogelijkheid hebben om te sporten, lijkt me cruciaal. Ja. Maar ik wil ook dat kinderen de mogelijkheid hebben om muziekonderwijs te hebben. Maar laten we dan één concreet... En uiteindelijk is het natuurlijk een verdelingsvraag. Ja, daar zal iedereen het over eens zijn. Toch één concreet ding uit uw verkiezingsprogramma, want dan kun je kiezen uit maatregelen die we zouden kunnen doen om het nog beter te laten gaan. En in het partijprogramma van GroenLinks staat, we moeten leerlingen op ROC's meer toegang tot sport geven. Dus van alle onderwerpen die u zou kunnen noemen binnen het domein sport, zegt u van nou, daar willen wij dan de focus op leggen. Nou, kijk, allereerst, waarom dat en hoe? Pardon. Nee, ik vond het heel grappig hoor. De organisatoren hadden ook een overzichtje gemaakt van hoe vaak het woord sport wel of niet in je verkiezingsprogramma voorkwam. Niet zo vaak. Nee, dat was bij ons heel weinig. Ja. Nee, want wij hebben gekozen voor een heel kort programma. Een andere partij weer een dikker programma. En dit is een specifiek punt wat erin geamendeerd is. Wat er oorspronkelijk niet in stond. En wat er wat mij betreft ook helemaal niet per se ingehoeven had. Omdat het daarmee ook weer wat in disbalans is. Maar je ziet wel, in ieder geval hebben de indieners gemeend. Dat leerlingen van het ROC wat minder sporten dan sommige andere groepen. En dat je dus daar nog wel specifiek wat zou kunnen doen. En ik denk dat het gaat... En wat zou dat dan zijn? Nou ja, wat mij betreft kun je met campagnes en desnoods nog kijken hoe je dat ook financieel kunt ondersteunen. Moet je dat proberen, dat bereik te verhogen. Want daar gaat het volgens mij om. Volgens mij is het doel dat alle kinderen sporten. En wat mij betreft ook alle volwassenen sporten. Dat is volgens mij wat we zouden moeten doen. Want het staat erin, dus vandaar dat ik hem er even uitpak. Nee, maar het is er niet voor niks terechtgekomen. Je zegt het beste middel om er dan voor te zorgen dat kinderen op ROC's meer gaan sporten. Zou dan een campagne kunnen zijn die je... Dat is één van de middelen. Ik zou dat heel graag ook misschien wel juist op het ROC ook nog wat intensiever... in het onderwijs integreren. Ik denk dat dat best mogelijkheden zijn. Kijk, ook sport is natuurlijk niet helemaal een op zichzelf staand ding. Hè? Want sport begint natuurlijk heel vaak met spelen. Ik bedoel, het zal niemand verbazen dat GroenLinks erg voor de vergroening van de openbare ruimte is. Maar ik denk ook dat dat belangrijk is. Want sporten begint met in een mooie groene omgeving kunnen rennen, kunnen in bomen kunnen klimmen en allerlei dingen doen. Dus dat hoort er ook bij om mensen zover te krijgen dat ze ook de sportbeleving hebben. Ja. Want sport is ook breder dan alleen verenigingssport. Oké. Wat zou namens de VVD hetgene kunnen zijn om bijvoorbeeld dus in stadsdeel Zuidoost, waar mensen nog wat achterloopt op dit gebied, om ervoor te zorgen dat daar meer gesport wordt? Die 11% van Amsterdammers die nog niet kan zwemmen, heb ik net al even genoemd. Dat is wel een heel belangrijk punt overigens hoor. Nou ja, kijk. Daarin zul je niet zoveel verschil zien tussen de VVD en de andere partijen. Ik denk dat we allemaal, en ik ga mee met Reinier van Danzig, zullen zeggen wat uitermate succesvol is geweest de afgelopen jaren en wat we zeker door moeten zetten, is het Jeugdsportfonds. Toen ik als wethouder sport aantrad in 2010, 1000 kinderen per jaar. Nu zijn het er meer dan 7000 kinderen per jaar. En dat is echt een waanzinnige ontwikkeling geweest waarmee we kinderen die niet dezelfde kansen hebben als
de meeste mensen hier, misschien wel iedereen hier, toch aan de sport hebben gekregen. Dat is één. Twee, en dat is de koppeling met wat je nu zegt, maar dat is lastiger. Dan kom ik op het snijvlak van wat is wethouder en wat is lijsttrekker. Ik heb met het Jeugd Sportfonds gesproken en ik heb gezegd, laten we nou als het gaat om het schoolzwemmen niet beschouwen als de sport die je mag doen vanuit het Jeugd Sportfonds. Ja. Maar als een extra sport die je mag doen vanuit het Jeugd Sportfonds. Want iedereen hoort in Amsterdam of in Nederland te kunnen zwemmen. Ja. Dus we hebben nu gezegd met het Jeugd Sportfonds en gemeente Amsterdam, als jij zwemt om je diploma's te halen, dan wordt het gewoon gefinancierd, maar dan telt het niet als jouw sport. Dus dan kun je daarnaast nog een tweede sport doen. Ja. Zodat je enerzijds die kinderen gewoon kunt laten sporten. En anderzijds gewoon de basisveiligheid van het diploma geeft. Nou, ik denk dat we het daar gewoon met z'n zes hier over eens zijn. Ja. 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 Toch heb ik nog niet, dat ga ik straks daar ook wel even beluisteren. Ik heb nog niemand horen zeggen wat de vraag was van die 2 uur naar 3 uur beweging. Nou ja, dat is dan een heel goed punt in het regeerakkoord. En even, dat is overigens een gezamenlijke actie geweest in het verleden van de SP... En de VVD die daar landelijk wat hebben gedaan. In het regeerakkoord staat nu dat het nu overal 2 uur moet worden. Dat kost 72 miljoen euro. Dat wordt nu landelijk geregeld. Mijn stelling is dat ze in eerste instantie landelijk van die 2 uur 3 uur moeten maken. Dat kost dan geen 72 miljoen, maar 108 miljoen. Maar dat kan gefinancierd worden vanuit extra geld die in het regeerakkoord staan. Omdat ik ervan overtuigd ben dat als je meer vakleerkrachten inzet, dat je daarmee ook de reguliere leerkrachten ontlast in de uren. Dat en de kwaliteit van het sportonderwijs omhoog gaat. Okay. En van het regulier onderwijs omhoog gaat. En op het moment dat het niet landelijk geregeld wordt, niet de overstap wordt gemaakt van 2 uur naar 3 uur. Dan vind ik dat wij het moeten regelen. Met de koppeling aan nog 2 extra uren in de week. Ja. Waarbij het verbinding maar, legt maar, tussen even voor sport de helderheid dan, en school. Dan zegt u, en dat ze de meerdere hier gaan zeggen, hè, 3 uur zou heel goed zijn. Maar u zegt in eerste instantie moeten we dat zelf niet gaan doen. Dat moet eerst in Den Haag gebeuren. Nee. Als het daar niet gebeurt. Maar dat weten we op het moment dat we het coalitieakkoord sluiten. Want nu is men aan het onderhandelen over die 72 uur. Sorry, over die 72 miljoen. En die tweede uur die daar gekoppeld is landelijk. Ja. Als dat niet geregeld is tegen de tijd dat wij het coalitieakkoord sluiten, dan moeten we het daar gewoon regelen. Moeten we daarin gewoon regelen. En dan moeten we daar het geld bij leveren. En we hoeven dus niet het eerste 2 uur te betalen. Dat is landelijk gedekt. Ja. We hoeven tussen aanhangstekens alleen maar dat 1 uur extra erbij te regelen. Maar wel gekoppeld wat mij betreft met nog een tweede stap. Ja. En dat is de combifunctionaris inzetten om ervoor te zorgen dat er daarnaast ook nog 2 uur sport in relatie tot vereniging is. En dan heb je 5 keer in de week sporten. Ja. Helder, nou, ik zie u erbij denken. Dan ga ik toch even de rest erbij betrekken, want u zit aandachtig te kijken. Maar hoe kunnen ze het hier nou mee oneens zijn? Hè? De stelling waar we het over hebben is de stelling dat er voldoende is gedaan de afgelopen 4 jaar. Daar zegt u alle vier dat het geval is. Dus daar is voldoende gedaan. Toch heeft u in verkiezingsprogramma's ieder eigen plannen. Bijvoorbeeld de SP, dan ga ik naar u toe. SP die zegt van joh, je zou eigenlijk bij school een soort high school systeem moeten hebben, waar na schooltijd binnen school gesport gaat worden. Ja, ja, nu lopen we een beetje vooruit op de pitch, maar dat, maar dat is prima, dan doen we dat nu. Wij hebben inderdaad dat plan, omdat je ziet dat er gewoon jongeren zijn die toch niet sporten. Hè. Vooral in Zuidoost zie je dat, in Noord zie je dat, in Nieuw-West. En dan zeggen wij, dan kun je dat beter via school aanbieden. Dus een soort high school model, wat je ziet op Amerikaanse scholen, dat je gewoon na schooltijd in een sportvereniging kunt. En dat betekent dus ook dat je daar niet extra voor hoeft te betalen. Dus elke jongere die op school zit, en dat we daar een proef mee gaan doen, dat die jongeren dus ook na schooltijd kunnen sporten. En we hopen dan dat de sportdeelname van dat soort kinderen ook toeneemt. Want jong geleerd, oud gedaan. Dus het zou goed zijn als ze dan gaan sporten. Als ik nog iets mag zeggen over het initiatief. Hè, want het is inderdaad ook een SP-initiatief geweest om vakleerkrachten in te zetten voor gymlessen. En dat 3 uur per week. Nou, ik durf het inderdaad toe te zeggen. Dat initiatief ligt er nog steeds van de SP. Dat gaat ook niet weg. En dat is inderdaad landelijk. Ja. Dus het lijkt me ook hartstikke goed als de VVD ook landelijk even bij de partij aan het jasje gaat trekken. En gaat zeggen, hey, laten we het landelijk ook samen dus daar regelen. Dus daar bent u het allemaal eens. Dat is heel fijn. Debat technisch wat vervelender. Dus ik ga even naar de buurman. Ik ga even naar het CDA. Ja. SP zegt dus een goede manier zou zijn dat high school systeem om verder te komen. CDA heeft het via de stadspas. Dat staat in uw verkiezingsprogramma. In uw verkiezingsprogramma staat dat je via de stadspas en andere vergoedingen mensen met een laag inkomen kunt stimuleren om te gaan sporten. Dat klopt. Dat klopt. In ieder geval, daar is de stadspas ook al voor benut. Ja. En, maar ik zou eerder
willen zeggen dat ik eerst de huidige verenigingen, de sportvereniging, wil gebruiken dan in plaats van een high school model. Want we hebben heel veel topsportverenigingen, gewone goede verenigingen hier. Laten we die matchen met de scholen en niet dat specifiek uit een high school model neerzetten. Dus ja. Ik ben dat niet met de SP eens. Ja, want daar zit dan wel het verschil. We doen het allemaal enthousiast om dit te gaan doen. U zegt via de verenigingen, u zegt het zou prima via school kunnen. GroenLinks geeft aan van je zou het kunnen doen via campagne op ROC's en ook andere manieren. Maar dat is degene die u voorstelt. Wat zegt de Partij van de Arbeid? Wat is de beste manier vooruit om te zorgen dat we het nog beter doen dan dat we het al doen? Kijk, ik denk dat het heel moeilijk is om op het moment dat we met van alles bezig zijn om te zeggen ik ga het nog beter doen. Maar als ik kijk naar de afgelopen jaren en ik kijk bijvoorbeeld, ik ben zelf echt voetbalfanaat en ik kijk naar echte historische Amsterdamse clubs die bijna op omvallen staan. Ik noem het DWS, ik noem het Sloterdijk. Grote Amsterdamse historische clubs die het ontzettend moeilijk hebben. En daardoor zie je ook dat de potentie die de clubs altijd hadden, met name ook in die wijken en als vereniging richting scholen. Ik denk dat die potentie echt wel benut moet worden. Clubs waar een Ruud Gullit uit voort is gekomen, clubs waar hele grote Amsterdamse voetballers uit zijn voortgekomen, ja, die zijn bijna dood gegaan de afgelopen 4 jaar. En daar denk ik van, dat is wel een punt waar we heel alert op moeten zijn. En hoe kunnen we ervoor zorgen dat dat soort verenigingen met het onderwijs mooie dingen gaan doen de komende 4 jaar. In uw verkiezingsprogramma staat ook dat u vindt dat op iedere basisschool een gymleraar in dienst moet zijn. Ja. Nee, ik noem er één die nog niet genoemd is. Maar dat is inderdaad ook iets wat bij ons staat. En ik ben het eens met de heer Van den Burg. Ik denk dat je moet investeren in kwantiteit, maar ook in kwaliteit. Want die gymlessen worden alleen beter als er ook vakleerkrachten voor die groep staan. Waardoor je ook echt een gymles gaat krijgen. En waarbij je ook direct iets toevoegt aan het bewegingsonderwijs van die kinderen. Dus ik ben voor het verruimen van de lesuren, maar alleen op 1 enkele voorwaarde. En het is moeilijk met een lerarentekort. En meen ik echt, we kunnen het wel roepen, maar dan moeten we wel voor zorgen dat die leraren er zijn. Dus ik denk, het is heel belangrijk om ook ervoor te zorgen dat die docenten er ook zijn. En daarom zeg ik, die topsporters die in de stad rondlopen, het zou geen gek idee zijn om die via de ALO allemaal te scholen tot eerste graad docent. En dan kunnen we ze inzetten ook in het onderwijs. Ja. Okay. Helder. Wie wil? Een van de dingen die ik bij D66 las, jullie hadden een hele uitgebreide sportparagraaf, is dat jullie aangeven, jullie zouden moeten zorgen dat bestaande verenigingen meer sporten gaan aanbieden. Dus dat die verenigingen breder worden. Waarom is dat middel succesvol? Nou, bij mij echt in geloven is dat je als kind een vereniging binnen moet komen. Ik heb dat zelf ook gedaan. Daar leer je volgens mij een paar hele essentiële waarden. Samenwerken, sportiviteit. Je leert ook een beetje hoe je met elkaar samenleeft. Ja. Maar het enige probleem is dat veel kinderen op een gegeven moment afhaken. Want die kiezen vaak de sport van hun ouders. En dat vinden ze dan misschien niet leuk of fantastisch. Wat ik heel graag zou willen is dat we meer sportparken hebben. Waar je meer sporten kan beoefenen. En dat die kinderen ook verschillende sporten kunnen proberen. Bijvoorbeeld met 1 bij toelage uit het jeugdsportfonds. Om zo echt je talent te ontdekken. Dat is wel echt waar D66 voor staat. Ook in de sport. Ontdek je talent. Doe iets wat je leuk vindt. Ja. En word er dan de beste in. Ja. Oké. Nu, want eigenlijk u buitelt over elkaar heen in enthousiasme om dit te gaan doen. Als ik u nou, eens vraag. Als u nou die andere plannen hoort van de andere partij. Want iedereen heeft toch gezegd, we moeten wat doen, maar geeft er een wat andere smaak aan. Welke van de andere smaken die u hoort, zegt u van, nou, los van wat u doet, vindt u de beste? Zegt u van, nou, daar zou ik me het meest bij thuis voelen. Is dat de high school gedachte? Is dat de stadspas die genoemd? De verenigingen die genoemd? Is de topsporters inzetten? Is dat die verenigingen breder maken? Waar wordt u het meest enthousiast van? Nou, eigenlijk geen van de dingen die je noemt. Oh. Ja, sorry. Nee, laat ik zeggen, ik word in ieder geval, ik probeer ook een beetje het debat op te zoeken. Ik word er niet per se enthousiast van dat we overal maar, iedereen maar zijn talent en zo. Volgens mij gaat sport vooral om lekker bezig zijn met je lichaam en met andere mensen. Dat vind ik misschien wel belangrijker. En als ik 1 meest urgent ding mag noemen, dan is het toch dat alle kinderen mee kunnen doen aan sport. Want, maar en wat voor de plannen die u daar gehoord heeft? Nou, dat sluit het meeste bij aan? Ik vind dat wat Soufiane Mebarki zegt. Zet die topsporters in. Zorg dat die verenigingen weer echt onderdeel worden van de buurt en school. Ja. Die samenhang, want ik heb het. Nou ja, ik zie toch dat ook onze samenleving in sommige punten wel fragmenteert. Dat is iets wat mij zeer aanspreekt. Oké. Okay. Mevrouw Temmink, wat sprak u het meest aan? Van de andere ideeën? Oh, van de andere ideeën, ja. dan kan ik me heel goed voorstellen dat we de verenigingen inderdaad ook heel goed kunnen betrekken bij het sportbeleid. Ja. Dat de verenigingen hebben natuurlijk ook een veel bredere functie in de stad dan alleen een sportfunctie. Ja. Dus ik denk dat we die zeker kunnen versterken. Oké. Okay. Kortom, als ik dit debat moet samenvatten. U zegt, we hebben het allemaal goed gedaan. Applaus voor de wethouder. Tegelijkertijd, de wethouder heeft het goed gedaan. Maar in ieder geval, u zegt, we hebben ook met z'n allen het goed gedaan. Want u zegt allemaal groen eigenlijk.
U buitelt overheen met goede plannen om het nog beter te doen. En daar kan wellicht wat verschil van mening dan in zitten. Nou, we hebben nog drie stellen. En het eerste dan, wat ik eens zou willen doen, want het kan natuurlijk best zijn dat u hier op het podium zegt, we hebben best voldoende gedaan. Die vraag, en daarvoor wil ik u alle vragen om weer even uw stemkastje, zijn uw telefoon te pakken. En de vraag is voor te leggen aan de zaal. Hij komt nu ook in beeld. Sterker nog, er wordt nu al gestemd. U kunt dat nu nog doen. 60 mensen hebben al gestemd. En wat zien we dan? Dan zien we dat daar de stemming toch wel ietsje anders is. Daar zit ongeveer 60% voldoende gedaan, 40% zegt niet gedaan. Kan ik één iemand één opmerking laten plaatsen, niet in een vraagvorm, maar een van de mensen die tegen hebben gestemd, die zegt er is niet voldoende gedaan, die in 30 seconden kan uitleggen iets wat we nog niet gehoord hebben, waarvan u zegt, daar moet harder op gedrukt worden. Dit is uw kans, dames en heren, om het te noemen. Nee. Het hoeft niet, dat staat u vrij als kiezer. U hoeft niet toe te lichten, u hoeft alleen op 21 maart. Kijk, er is één meneer die zegt u even heel snel uw naam. En als u namens een organisatie spreekt, welke organisatie dat is. En in maximaal 30 seconden. Wilbert Sawat, gymleraar op een basisschool, maar ook een bestuurslid van de Amsterdamse Gymnastiek en Onderwijsvereniging. Ik vind echt dat je de vakleerkracht centraal moet stellen, want die ziet alle leerlingen. PO, VO, speciaal onderwijs, MBO, als daar ook in het curriculum komt, zet de vakleerkracht centraal. Okay. Maar wat kan die dan? Want die ziet ze wel, maar wat kan die dan voor rol vervullen? De kwaliteit, tenminste de kwaliteit van de lessen bewegend onderwijs gaat natuurlijk omhoog. En die de link maken, wat ook een combinatiefunctionaris kan doen, maar die zien niet alle leerlingen, naar de vereniging die bij het kind en het gezin past. Ja. Want die kent ook het gezin. Oké, okay. Helder. Nou, uw suggestie. Nee, we gaan er niet meer op reageren, want die tijd is vrij. Het wordt als suggestie meegegeven. Ik dank u allemaal voor het eerste debat. Er gaat nu een grote stoelendans plaatsnemen, want als ik Mark Haverkamp van het CDA even deze kant op zou kunnen hebben, als u dan die kant op zou kunnen schuiven, dan gaan we door het tweede blokje. Dat houdt in weer twee korte interviewtjes, twee pitches en dan gaan we daarna door naar de tweede stelling. Op dit moment duo-raadslid. In die commissie zorg en sport. Ja. Nu ben ik natuurlijk heel bang dat ik nu ook verouderde informatie heb, maar volgens mij klopt deze wel. Want u bent binnen het CDA verder actief binnen het CDA Noord-Holland. Ja. Bent u consulent opleiding en ontwikkeling. Yes. Wordt daar iets met sport gedaan binnen het CDA? We hebben wel een mooie samenwerking met Sportservice gehad. Maar dat gaat niet zeg maar, over de sport zelf. Maar dat gaat meer ook over hoe ga je meer leden werven. Daar hebben zij een heel mooi programma voor sportverenigingen. We hebben ook eens gekeken of dat ook bij het CDA kan. Vanuit mijn functie ondersteun ik alle lokale afdelingen. En ik ben heel trots dat in Noord-Holland weer in alle gemeentes ook weer mee gaan doen met de verkiezingen. En dat is hoe ik mijn brood verdien. Ja, oké. Okay. Want op dit moment CDA één zetel in de raad. U staat op plek 7. Dus we hebben goede potentie. Dus. Ja, als als in heel Amsterdam 20% of 19% zweeft. Dan, ja, en we scoorden hier ook al procentueel al goed. Dus althans beter. En hou dat vast. We gaan ervoor. Ja. Maar, ik ga één onderwerp noemen wat in uw verkiezingsprogramma staat en wat hier volgens mij niet rechtstreeks aan bod gaat komen anders vanavond. Mm-hmm. In dat verkiezingsprogramma staat in de sportparagraaf van het CDA, sportverenigingen hoeven geen OZB en erfpacht te betalen. Dus u kiest een model waarin je zorgt dat verenigingen minder belasting betalen. Klopt. En wat gaat dat voor succes opleveren? Nou, ten eerste willen we gewoon zo min mogelijk dat ze die kosten hebben voor de grond. Erfpachten zijn misschien drie of meerdere verenigingen die daar nog last van hebben. Ja. Laten we dat niet doen, want op dit moment uit onderzoek kwam ook naar voren dat we in Amsterdam nog steeds ook deelname aan die sportverenigingen vaak ook duurder is dan in het rest van het land. Ja. Nou, misschien kan dat ook door die grondkosten zijn. Dan willen we dat in ieder geval temperen en dan willen we ook verder kijken of we dat ook nog wat omlaag kunnen halen. Ja.
Wat volgens mij waren de gemiddelde verenigingskosten van 200 zoveel euro. 28% van de Amsterdammers is lid van een vereniging. Ja. Dus eigenlijk is uw idee, als je de kosten voor die verenigingen lager maakt, kan contributie omlaag en dan zullen meer mensen lid worden. Dat is de redenering. In ieder geval laten we hopen dat er dan ook mensen meer lid worden van de verenigingen. En daarnaast is het ook gewoon heel belangrijk dat mensen gaan bewegen. Ja. Dus niet alleen sporten, maar ook gewoon bewegen, het fietsen, het wandelen, zwemmen, gewoon recreëren. En dat moeten we ook faciliteren. Okay. Dus het is ook breder. Kunt u nog één voorbeeld noemen vanuit die commissie Sport en Welzijn? Daar heeft u 4 jaar bij gezeten als duo-raadslid, waarvan u zegt, als het CDA daar nou... Ik heb er 2,5 jaar mogen zitten. Ja. Ik ben heel trots dat ik ook meegeholpen heb. Dat we gewoon ook zorgen dat de armoedegelden, de zorggelden, dat daar nu ook breed onderzoek is geweest van hoe kunnen we dat ook bij sport gebruiken. En eigenlijk wil ik daar ook een impuls in maken van kijken naar preventie. Ja. Want nu gaan we altijd zeg maar de kosten van zorg bij cure houden, maar misschien kunnen we het ook voorkomen. En daar moeten we ook kijken hoe gaan we dat inzetten met z'n allen in de toekomst. En dat is een uitdaging. Donderdag is daar ook nog een grote bijeenkomst voor. Ja. Maar laten we daar met z'n allen voor inzetten. Oké, helder. 2 minuten, ook voor u, om de pitch namens het CDA te doen. En die 19% zwevers in de zaal uw kant op te trekken. Succes. Nou, dan moet ik het ook nog specifiek naar mij toe doen. Want de voorkeursstemmen zijn nodig. En meerdere van u ken ik van de gesprekken die ik heb gehad in de stad. Ik ben bij meerdere bezoeken geweest. Ik heb ook met Pride in Sports gesproken. Met de Sportservice. Met de Sportraad natuurlijk, de organisatie. Topsport. Nou, we zijn laatst nog bij de Jaap Edebaan geweest. Nou, als al deze mensen straks ook weer naar de Jaap Ede gaan, geweldig. Maar iemand heeft ook al gezegd, daar moet ook nog veel gebeuren. Wij willen dat investeren vanuit verschillende fondsen. Ook de duurzaamheidsfonds. Want als we ook de sportaccommodaties duurzaam maken, zorgen we ook dat Amsterdam weer wat duurzamer wordt. Sport is een onderdeel van alle facetten. En daar willen we voor hard maken. Daar wil ik me hard voor maken. En daar heb ik echt uw stem nodig. Dank u wel. Kort en krachtig. Dank u wel, Mark Havenkamp. Neemt u weer plaats aan die kant. Dan is de beurt aan Erik van den Burg namens VVD om deze kant op te komen. Om u nog een paar vragen te stellen en daarna aan u de pitch. En dat is dan niet de pitch als wethouder, maar als lijsttrekker uiteraard. Dus ik begrijp dat u aan het begin van de campagne nog een beetje met twee petten rondloopt. Maar kan het hebben. Ik weet dat Mark Rutte dat ook altijd zo lang mogelijk uitstelt, want op het laatst is hij toch echt de lijsttrekker. U bent begonnen als fractievoorzitter 6 jaar geweest en sinds 2010 wethouder. Ook al op dit dossier, dus 8 jaar lang dit dossier. Daarnaast nog allerlei andere dossiers, zorg en welzijn, ouderen, ruimtelijke ordening en grondzaken. Als u nou de volgende termijn weer met de VVD in het college zou komen en u mag weer kiezen, u wordt als wethouder afgevaardigd. Wordt het dan weer sport of zegt u nou dan moet ik toch echt... Nou, de volgorde is als volgt. Wat is het beste voor de VVD en welke portefeuilles horen daarbij? En als je dat geregeld hebt, dan is de volgvraag wie zijn daarbij de beste bestuurders? En als ik dan de beste bestuurder ben, dan wil ik een pakketje hebben waarvan alles en nog wat in zit. Maar in ieder geval sport. Oké, dus stel dat alles ja is. Ja. Dan zegt u dan wil ik in ieder geval sport ook weer behouden. Ja. En is er van al die portefeuilles nog één waarvan u zegt van nou, daar... Daar wil ik wel vanaf. Nee, als je iemand anders vindt, dan mag dat ook. Nee, kijk, want ik wil zoveel mogelijk voor mijn club bereiken. Dus hoe meer ik kan beïnvloeden, hoe beter het is. Dus ten opzichte van de vorige keer ben ik erop vooruit gegaan door nog wat extra dingen erbij te gaan doen. En hoe meer dingen, hoe beter. Waarbij ook geldt, dat kan Erik van den Burg zijn, maar dat kan ook iemand anders zijn. Want ik wil gewoon kijken, hoe kan ik voor mijn club hier het beste bereiken. Uiteraard. Dan heb ik een vraag, ook bij u ben ik in het verkiezingsprogramma gedoken en heb ik eens gekeken naar iets wat niet rechtstreeks nu geagendeerd staat. Er stond iets heel bijzonders in het VVD-programma. De VVD is voor active design. Dat houdt in, zoals ik het begrepen heb, dat je gewoon in de ruimtelijke omgeving mensen op een natuurlijke wijze eigenlijk min of meer dwingt om te gaan sporten. Oftewel, hoogteverschillen in een wijk, veel trappen, waardoor je, als je van A naar B wil, dan moet je eigenlijk wel een trap op en neer.
Leg ik het zo goed uit? Ja, dat gaat redelijk goed. En het staat in het verkiezingsprogramma dankzij Kees Eenhoorn, de nummer 11 bij ons op de lijst. Maar die staat nu niet hier. Die staat nu niet, nee, maar goed, het is wel ere wie ere toekomt. Nee, kijk, ik ben gestart, ik ben wethouder ruimtelijke ordening, ja, grondzaken en sport. Dus campagne, en ik ben dus deze periode gestart met de aanpak van de bewegende stad. Want je moet een sportstimulering doen via bijvoorbeeld het Jeugdsportfonds. Je moet meer leraren inzetten. Ja. Maar wat nog veel meer werkt, is als je de stad ook weet in te richten op een zodanige manier dat die aanzet tot gezond gedrag. De grootste gezondheidszorgverbetering in deze stad is bereikt doordat Wieboud zei, ik ga gewoon zorgen dat we veilige en schone en goede huizen krijgen. Daardoor ging de gezondheid in deze stad omhoog. Ja. Ik geloof heel erg dat je met de inrichting van de stad heel veel kan doen om mensen gezonder te laten leven. En dat betekent dus dat je kijkt, hoe zorgen we ervoor dat mensen echt meer gaan bewegen, meer gaan lopen, meer gaan fietsen, de auto wat meer laten staan. Kunt u één concreet voorbeeld daarbij noemen waarvan u zegt, dat doen we nu nog niet, maar dat zou ik dan doen? Nou, er zijn heel veel voorbeelden te noemen, want je hebt het bijvoorbeeld inderdaad over het creëren van looproutes. En dan bedoel je met looproutes, bedoel je wandelroutes, gewoon de hond uitlaten en zorgen dat het op een goede manier kan. Je hebt het over hardlooproutes. Kijk bijvoorbeeld wat er nu gebeurt met Zeeburger Eiland, waar we kiezen voor een rondje Zeeburger Eiland. Of de sluisbuurt, waarbij we echt zeggen, we gaan werken met hoogteverschillen om mensen meer in beweging te krijgen. Waarbij we ook tegen architecten zeggen, kom nu met een gebouw waarbij je niet als eerst naar de lift kijkt, maar als eerst naar de trap kijkt. Zodat je niet automatisch elke keer die lift in gaat. Ja. Kijk nou hoe je ervoor kunt zorgen dat mensen meer de fiets nemen in plaats van de auto of zelfs het openbaar vervoer. Nou, dat moet je allemaal gaan doen om mensen in beweging te krijgen, want het gaat goed als het gaat om beweging, maar we zijn er nog lang niet. Oké, helder. Ook voor u, 2 minuten tot slot om de algemene pitch te houden. Waarom men op de VVD zou moeten stemmen met het liefst daar ook nog een concrete maatregel bij die we wellicht nog niet gehoord hebben. Het woord is nu. Ja, dames en heren, Mark Haverkamp was te bescheiden. Hij is ook de man die elke keer extra geld regelt voor de 1/3 regeling. Buitengewoon belangrijk. En hij zorgt elke keer voor dat er extra geld komt. Als je naar de bijdrage luistert van Sofia Mabarki, daar zit gewoon sport in zijn ziel. Dus als het gaat om typisch sport, Haverkamp, Mabarki, Van den Burg, allemaal mensen die zich in zullen zetten voor de sport. Dus om daarop voor de VVD te stemmen, mooi natuurlijk. Maar er zijn meer dingen die onderscheidend zijn. Maar daar gaan we het nu niet over hebben. Waar zal ik me in ieder geval de komende jaren voor inzetten? 3 dingen. 1. Brede sportinvestering. Meer kinderen in beweging krijgen. Op allerlei manieren zorgen dat er meer kinderen in beweging komen. Dat de kinderen die in beweging zijn ook nog meer gaan bewegen. 2. Doorgaan met investeren in accommodaties in deze stad. Het gaat goed. We hebben de afgelopen jaren in deze stad 55 miljoen bovenop de reguliere begroting besteed aan het verbeteren en het uitbreiden van sportaccommodaties. Maar we zijn er nog lang niet. Daar moeten we mee doorgaan. En 3. Doorgaan met evenementen. Evenementen als de coolste baan. Afgelopen maandag 3500 kinderen die hier aan het sporten waren. Ik zeg afgelopen maandag, sorry, was vrijdag. Afgelopen vrijdag 3500 kinderen die hier aan het sporten waren. Maar denk ook even aan een EK atletiek wat we hier hadden in 2016. Waarmee we heel veel kinderen ook extra in beweging hebben gekregen. Sportevenementen die een voorbeeld zijn. Sportevenementen waarmee je Amsterdam op de kaart zet. Sportevenementen waarmee je de verbinding maakt met breedte sport. Die zaken moeten we doen. Accommodatie, sportstimulering, topsportevenementen als de coolste baan, het WK. Dan zijn we goed bezig in deze stad. En dan maakt het niet eens uit of u op mij stemt of op, laat ik je nog een keer promoten, Mark Haverkamp. Het gaat erom dat we inzetten op de sport. Dank. Neemt u plaats aan die kant. Dank, dames en heren. Nou, wij hebben een interessante pitch gehoord. We gaan door naar ons tweede debatonderwerp. Je komt erin. En dat tweede debatonderwerp, daar mag u straks aan het einde ook weer over gaan stemmen. Het komt nu in beeld en hij staat er als volgt. Amsterdam moet jaarlijks 1 of meer internationale sportevenementen binnenhalen. Dat zegt meer dan, goh, het zou leuk zijn als, wat de stelling bedoeld is, er moet actief beleid zijn dat Amsterdam minimaal 1 groot sportevenement per jaar binnenhaalt en liever meer. Dus dat is hoe we de stelling lezen. De 2 mensen die 1 op 1 daarover in debat gaan, u ziet ze al staan. Nicole Temmink van SP en Sofia Mabarki, Partij van de Arbeid. Komt u deze kant op als u wilt. De heren aan die kant mogen ook alvast stemmen. We zijn het allemaal weer helemaal eens met elkaar, dames en heren. Het is fantastisch. En wat stemt... Kijk. Kan ik
goed. Laat ik dan bij u beginnen, mevrouw Temmink. Ja. U zegt, en dat staat ook in het verkiezingsprogramma van de SP, niet investeren in binnenhalen van topsportevenementen, daar zijn heel veel kosten aan verbonden. Kunt u dat nog verder toelichten? Nou, op zich denk ik dat het redelijk voor zich spreekt. Ja. Kijk, tuurlijk is het zo, we zijn niet tegen topsportevenementen. Ik bedoel, op zich zien wij ook dat topsport best kinderen kan stimuleren om ook te gaan sporten. Ja. Alleen de vraag is wel, waar leg je vooral de focus? En dan zeggen wij, dan hebben we liever dat er geïnvesteerd wordt om kinderen meer aan sport te krijgen. Want dat is hartstikke leuk. Als jij Messi op televisie ziet en je gaat lekker voetballen, maar er is geen trapveldje in je buurt. Ja, dan gaat het ook niks worden met jouw topsportcarrière. Ja. En dan gaat het dus ook niks worden met überhaupt dat je met jouw deelname aan sport. Dus als het gaat, waar ligt dan het zwaartepunt? Dan ligt voor ons het zwaartepunt heel erg op de breedte sport. Ja. En niet zozeer op heel erg grote prestige-evenementen. Ja. Kijk, als we dat binnenhalen, prima. Maar daar ligt voor ons niet de focus. Het is dus bij u niet zozeer een principieel punt van we moeten dat niet willen in de stad. Het is meer, je kan je geld maar één keer uitgeven. Precies, en dan kiezen wij liever voor breedte sport dan voor topsport. Ja. Partij van de Arbeid staat daar wat anders in. Ik lees bij u, opnieuw proberen sportevenementen binnen te halen. Maar hoe actief is dit dan echt? Ja, u ondersteunt de stelling zoals die hier staat. U zegt, daar moeten we vol voor gaan. Ik denk dat je breedtesport en topsport niet van elkaar kunt zien. Uiteindelijk zijn het communicerende vaten en topsport heeft breedtesport nodig. En andersom. Dus ik denk dat het heel erg belangrijk is. En ik ben het eens dat een jongetje die op tv Messi ziet, dat hij heel veel belang heeft aan een veldje in plaats van alleen maar naar Messi kijken. Dus het is en-en. Maar ik geloof vooral ook dat je niet alleen maar gaat sporten omdat je het leuk vindt. Je gaat ook sporten omdat je echt door wil breken. Tenminste, dat was in mijn geval echt zo. Ik wilde Marco van Basten nadoen. Ja. Maar dat is niet gelukt. Maar ik wilde het wel. En dat komt door het beleid? Nee, dat komt gewoon vooral door mezelf, denk ik. Dat ging gewoon niet. Misschien is dit een verwijt. Nee, maar ik denk wel dat je in een stad wel evenementen moet hebben die ook iets doen in een stad. En daar kun je natuurlijk campagnes aan koppelen. Maar vergeet ook niet hoeveel de evenementen het afgelopen jaren op hebben geleverd aan bijvoorbeeld nieuwe instroom bij verenigingen. Als je kijkt bijvoorbeeld naar atletiek, wat dat doet in een stad. En ik geloof er ook gewoon in dat je... Het is en-en. Ik ben het eens. Het moet niet ten koste gaan van het ene. Maar ik geloof er echt in dat we topsoort evenementen moeten binnenhalen. Hoort bij een stad als Amsterdam. Ik ben ook heel blij dat we hier in Amsterdam binnenkort ook een groot voetbalwedstrijdje hebben. Okay. Dus op zich is dat iets wat bij de stad hoort en wat we ook gewoon moeten blijven doen. Dus eigenlijk zegt de Partij van de Arbeid, u deelt hetzelfde doel. Je wil dat iedereen gaat sporten. Maar daar waar de SP zegt van, dan kan je het beste het volledig in de breedte sport stoppen, zegt u nee, als je dat alleen doet, dat werkt niet. Je moet ook die topsport en je moet dit soort evenementen binnenhalen. Ja, maar ja, de vraag is wel, hoe ga je dat doen? Er zit ook wel verschil in evenementen natuurlijk. Hè. Je kunt bij een internationaal evenement denken aan een heel groot evenement als het EK. Maar je zou ook kunnen denken aan een wat onbekendere sport misschien. Het hoeft ook minder te kosten misschien, dus dat is ook fijn. Maar je ziet in een bredere zin natuurlijk wel vaker dat gemeentes investeren met publiek geld. Als je kijkt naar in Eindhoven, dat het de grond onder het stadion van PSV wordt opgekocht. In Groningen, ik ben raadslid geweest in Groningen, daar hebben we ook als gemeente toch wel de FC Groningen ondersteund. Nou, ik vind niet dat daar publiek geld naartoe moet. Want die mensen kunnen zichzelf bedrijven. En als je het zo bekijkt, denk je, dan is topsport, tuurlijk is dat goed en is dat prima. Maar daar ligt voor ons gewoon echt niet het belangrijkste punt. Dus het effect van een groot evenement naar binnen halen, dat gaat niet hetzelfde bereiken. Nee. Los van de principiële idee van, daar moet geen geld naartoe gaan. Dat gaat niet zoveel succes opleveren als dat je het vol in de breedte stopt. Nee, maar dit is het kip of het ei verhaal. We kunnen hier heel lang over door blijven gaan. Het een gaat niet ten koste van het ander. Dus ik geloof erin dat je heel veel moet investeren in breedsport. Je moet ervoor zorgen dat er zoveel mogelijk jongeren in de stad gaan sporten. Ja. Maar ik geloof er ook gewoon in dat sport ook gewoon topsport nodig heeft. Want uiteindelijk je sport om te komen tot een prestatie. Ja. Ik ben het helemaal eens dat je sport omdat je het leuk vindt. Maar uiteindelijk iedereen die sport, die wil maar één ding, die wil winnen. Ja. En natuurlijk, de Olympische gedachte is ook goed. Maar uiteindelijk zie je toch dat die andere kant soms heel vaak prevaleert. Dus ik denk dat we ook topsportevenementen moeten halen. Hoort bij de stad. Dit zijn ook, ik noem dit ook een soort van evenement. Dit hoort erop. En wellicht schaart dit. Is dit trouwens een topsportevenement of niet? De Koelste Baan. Oh, de Koelste Baan. Ik dacht debatteren. Debatteren is sowieso een topsport. Debatteren is zeker een topsport. Maar zou dit eronder vallen? Nee, ik denk het niet. Nee, het WK, dat zou er dus wel onder. Even bij de SP peilen wat ze nou... Als ik het nou... wordt de gemiddelde Amsterdammer er blij van als er, laten we zeggen, twee keer per jaar hier een groot internationaal toernooi is, kijkend naar de drukte die het oplevert?
Want dat thema zit hier natuurlijk wel aan vast. Hè? Nee, maar volgens mij staat er ook één of meer. Ik denk dat het... Kijk, uiteindelijk moet je ook kijken naar de grootte van een evenement. En inderdaad... Ja, maar een topevenement is een topevenement. Nee, maar in één jaar twee topevenementen is misschien te veel. Maar je zou ook kunnen kijken, wellicht in één jaar twee kleine topevenementen. Het gaat uiteindelijk ook om de grootte van de sport, om de grootte van het evenement en hoeveel publiek erop afkomt. En op basis daarvan neem je een besluit om een evenement te organiseren. Dus in uw afweging gaat meespelen... toch ook wel de drukte in de stad. Dus u zegt van als we op een jaar zowel het WK kunnen krijgen als de Olympische... Ik maak het maar even groot. Ja, heel dan groot. Zegt u, dat moeten we niet doen. Nee, we zijn goed in lobbyen als Nederland, maar als dat zou lukken, dan zouden we voor een hele bijzondere situatie komen. Nee, maar het gaat me om het principe. U zegt, ik laat wel meewegen. Het gaat mij dus niet alleen om die topsport, maar het zou kunnen zijn dat u zegt, we kunnen een groot evenement krijgen, maar dat doen we niet. Want dat levert te veel. Nee, maar ik denk dat je altijd zaken met elkaar moet afwegen. En het mag niet ten koste gaan van heel veel andere zaken. Het mag nooit ten koste gaan van de breedsport. Maar het mag ook niet ten koste gaan van de leefbaarheid. Je maakt een goede afweging. Maar wij willen aan de voorkant niet zeggen. Wij gaan niet voor het binnenhalen van grote topsportevenementen. Speelt dat bij u mee, bij de SP? Die drukte in de stad. Dat u zegt, dat is ook een reden om dat niet te moeten willen. Nou ja, dat is een afweging die je kunt maken. Maar daar verschilt het dus wel heel erg wat voor evenement je dan binnenhaalt. Kijk, het hoeft niet altijd evenveel invloed te hebben. Als het WK Judo hier komt, dan is dat ook een topsportevenement. Maar dat heeft minder belasting op de drukte van de stad. Stel dat u weer echt een heel groot evenement kan krijgen. Kan dat voor de SP een reden zijn om te zeggen dat moeten we niet doen? Want het levert te veel drukte op? Dat is wel zo'n tijdelijke drukte dat ik me afvraag of dat de belangrijkste afweging is voor ons. Dus voor u levert dat... Niet in deze discussie speelt dat niet mee. Nee. En kijk, ik vind het ook wel grappig. Je zegt, als je gaat sporten, dan wil je heel graag winnen. Ja, dat klopt ook. Ik bedoel, het is ook niet dat de SP natuurlijk tegen topsport is. We hebben uiteindelijk ook in Den Haag hebben we gezegd dat topsporters ook een beurs moeten kunnen krijgen, het stipendium. Daar zijn wij ook gewoon voor. We zien ook dat, maar er zijn gewoon sporters die zichzelf ook prima kunnen bedrijven. En die gewoon goede sponsorcontracten hebben. Nou ja, dat soort dingen moet daar publiek geld naartoe. Okay. En dan zegt de SP, dat hoeft van ons niet zo nodig. Helder. Ik ga eens naar deze kant, want daar is men ondertussen adres aan het uitwisselen. Wellicht een topsport aan binnenhalen. Oh, gebeurt er al wat? In mijn rol kan ik niet Twitter controleren, maar... Het is nog rustig. Ja, maar dat is omdat ze allemaal aan het kijken zijn via de livestream. Ja. Laten we eens even kijken. Laat ik eens beginnen bij D66. Oké. Jullie zeggen van, wij willen dit, zijn voor deze stelling. En vinden dat de gemeente er ook echt financieel goed in moet investeren. Dus het is niet alleen het zoeken en het lobbyen, maar het mag ook wat kosten als ik het lees in jullie verkiezingsprogramma. Ja, kijk, het is op dit moment zo dat als wij topsportevenementen, en zeker grote, naar Amsterdam halen, dat de gemeente daar ook investeert. Wij deden dat wel altijd een beetje uit de losse pols, zeg maar. Dus aan het eind van het jaar keken we of er geld over was. En we hebben nu, we hebben nu eindelijk een jaarlijks topsportevenementfonds waar we in investeren. Zodat we elk jaar daar geld naartoe kunnen brengen. Zodat we één of twee sportevenementen naar Amsterdam kunnen halen. Wat ik daarbij wel belangrijk vind, is dat het niet alleen maar de grote evenementen zijn. Ja. Ik vind het heel belangrijk dat het fair play is, dat er geen corruptie is. Ja. En dat we ook wat nieuwe dingen daarheen halen. Ik zou bijvoorbeeld heel graag de X-Games naar Amsterdam halen. Lijkt mij te gek. Maar zoals u het nu verwoordt, maar dat wellicht interpreteer ik dat verkeerd, is dat u zegt, dit is een nice to have. Het zou leuk zijn als het ons lukt, maar dit is niet topprioriteit waar we vol in moeten gaan. Nee, geen misverstand. Wij willen echt dat er elk jaar een bedrag heen gaat, zodat je minimaal... Eén topsportevenement hierheen kan halen. Dat is dan gewoon zeker voor de stad. Ja. Okay. Maar het is natuurlijk wel, en dat bleek ook net wel uit de discussie. Ja. Dan moet ik Soufian steunen. Ja. Het is NM. Je wil heel erg investeren in breedte sport. Ja. En dan één of twee gave evenementen die inspireren. Nee, GroenLinks. Ik ben dat erg ook met Reinier eens. Maar ook weer een beetje met Soufian. Dus misschien moeten we wel zoeken dat wat we investeren in een topsportevenement, dat we daar ook een ratio voor afspreken wat we dan in breedte sport investeren. Mm. Want ik vind het nu wel. Dat het nu iets te zeer te focust dan op topsportevenementen. En die zijn goed, die zijn van waarde voor de stad. Maar we kunnen natuurlijk gewoon afspreken dat we van elke, weet ik veel, 1000 euro die we daarin investeren, er een x-bedrag ook naar die breedte sport gaat. Want ik vind wel dat van de opbrengsten ook de breedte sport. En in die redenering, hoe zou dan de verhouding moeten zijn? Even dat afmaken. Wat in die redenering, wat zou dan de verhouding ongeveer moeten zijn? Zegt u dan de nadruk bij die breedte sport of zegt u bij die topsport is zo belangrijk? Nee, maar afgezien van Olympische Spelen vind ik echt dat we echt wel een topsportevenementen hier naartoe mogen en moeten halen. Omdat ik denk dat het heel waardevol is voor de stad. En ik denk dat mensen daar inderdaad ook. Ik denk dat mensen aanzet tot sporten, dus het waardevol is. Olympische Spelen is gevallen. VVD zegt,
We moeten de ambitie houden om in 2022 die hier te organiseren. 2032 staat hier inderdaad. Ja. Ja, eerder is sowieso onmogelijk. Ja. En landelijk staat inmiddels ook in het verkiezingsprogramma van D66. Dus er gloort hoop. Je ziet hoe ik kan lobbyen. Maar wat betekent dat in de praktijk? Ik denk wel dat topsportevenementen echt een bijdrage kunnen leveren. Niet alleen in de profilering van de stad, maar ook in de profilering van de sport. Kijk ook hier nu, hè, met de coolste baan. Waar gewoon elke dag iedereen kan schaatsen. Maar die wel eindigt 19 maart, dat weekend, met het WK schaatsen. En we kunnen ons allemaal nog de coolste baan herinneren van 4 jaar geleden. Toen hadden we het NK hier. Want dan hadden we ook continu die vlam daaraan. En het effect wat dat ook had op de stad. Ja. Dat is gewoon buitengewoon goed. Je brengt ook andere sporten onder de aandacht. Terecht dat Soufiane er net ook over begon. Maar we hadden bijvoorbeeld afgelopen jaar het EK 3-3 basketbal. Dat was een evenement op het Museumplein. Waarmee we meteen heel veel andere urban sporten onder de aandacht brachten van de Amsterdammers. In 2019 hebben we het WK. Dat zijn relatief kleine evenementen. Maar die wel een enorm impact hebben juist op andere groepen. Dan alleen de groep die aan tennis, hockey of voetbal doet. En het is grappig dat Rutger ook zegt, je zou moeten kijken naar hoe je een combinatie kunt maken van die topsport en die breedsport. Nou, ook weer ere wie er toekomt. Het was het GroenLinks-raadslid Evelien van Roenburg, die bij het EK Atletiek, wat wij hadden in 2016, heeft gezegd, wij geven 7 miljoen aan het EK Atletiek, maar dan doen we er ook 1 miljoen bij voor de breedte sport. En dat is toen ook gerealiseerd. Ja. Dus dat, maar dat doen we nu al. Hè. Bij alle evenementen die we hebben in deze stad. Bij alle top evenementen die we hebben. We hebben hier het WK. Ja. Maar we investeren dus ook in die coolste baan. We hebben dus inderdaad te maken gehad met beachvolleybal. Maar er is ook een programma voor docenten. Helder. Vakdocenten. Ik ga even naar die Havenkamp. Want bij in het CDA-verkiezingsprogramma staat het eigenlijk bijna het meest principieel. U zegt, als hoofdstad, ben je het aan jezelf verplicht om dit. Het is niet eens of je het wil, het doet gewoon. Ik vond het fijn dat er ook zo in kwam. Omdat je gewoon dan ook wat sterker kan zeggen. En ook dat je ook de hoofdstad de taak hebt om dat ook samen met de regio en andere steden te doen. Dat heb je bij beachvolleybal, hebben we dat ook gedaan. Hier op de Dam, maar ook in Den Haag, ook in Rotterdam. En toen mocht ik ook gewoon ook op het Mercatorplein. Dat was ook een beachvolleybalveld. Hebben we die breedte sport ook juist vertegenwoordigd. En dat vind ik gewoon het mooie en die combinatie. En ik denk dat door die topsportevenementen veel meer mensen gaan sporten. Meer dan als wij met ze zeggen, je moet meer gaan sporten. Ja. Oké, tot slot nog even de vraag die hier ook even aan bod kwam. In combinatie met de drukte in de stad. Wat echt een thema is natuurlijk deze verkiezingen. Ik denk ook aan spreiding dus. Ook dat je het ook in samenwerking met de regio doet. Ja. Dat kan ook. Okay. Maar drukte in de stad, daar moeten we echt wat mee doen. Hebben we net, althans 3 van ons, eerder een debat over gehad vandaag. Maar doordat we hier de coolste baan hebben, is het niet zo dat het opeens in de 9 straatjes overvol wordt. Toen we hier het EK Atletiek hadden, 5 dagen lang uitverkocht, een Olympisch stadion hier. Dat zorgde niet voor extra drukte in de stad. Precies, de Dam tot Damloop, dat is het moment dat we dingen moeten gaan afzetten. Maar dat is 1 groot volksfeest van breedtesport. Ja. Met toevallig 120 mensen die heel hard kunnen rennen. Ja. Maar 55.000 mensen die zijn schoppen zijn best moeten doen. Dus volgens mij gaat dat nou juist heel erg goed. En ieder Amsterdammer houdt van de Dam tot Damloop. Helder. We gaan het nu aan de zaal voorleggen. Dat zie ik niet direct, want ik zie nog steeds een rode kaart. Wij gaan even schakelen, want u mag weer, want uiteindelijk is het natuurlijk ook aan u. U mag weer even kijken wat uw mening is bij deze stelling. De stelling waar we het uitgebreid over gehad hebben. We moeten ambitie tonen door jaarlijks 1 of meer internationale sportevenementen binnen te halen. Nou, hier komt... Ik wist al dat u me zou was. Dit is overigens niet percentueel, dit is het aantal stemmen wat we hier nu zien staan. Zijn er ook mensen die oneens zeggen? Oké, dit is toch wel SP in de zaal. 8. Nou, u ziet al binnenkomen, dames en heren. Een van de belangrijkste elementen van de democratie is dat altijd goed geluisterd wordt naar de minderheid. Dus is er iemand die van die 9 die tegenstemt, die zegt, ik zou in 30 seconden toch ook even het tegengeluid nog laten horen. Want hier is vrijwel iedereen, behalve mevrouw Temmink, die staat er iets genuanceerder in en heeft ook tegengestemd. En dan wat anders in iemand die dat kort kan toelichten en zegt, dit zou je niet moeten willen.
Iemand die nog een argument aan kan voeren voor wat we nog niet gehoord hebben? Ja, ik ga even, ja. Gaat u even bij staan, want anders horen ze alleen een stem. Nou, het zit hem in de formulering, het zit hem niet zozeer. Ik ondersteun alles wat gezegd is, hoor. Dus ik vind ook dat we er alles aan moeten doen om, om veel topsportevenementen naar de stad te halen. Maar de ambitietoon om 1 evenement per jaar naar Amsterdam te halen vind ik te weinig. En dat is de reden waarom ik tegenstel. Het zou meer dan 1 moeten zijn. Ja. Dus maar wat dan? Wat zou dan? Nou ja, je zou moeten formuleren dat de ambitie moet zijn om meer internationale topsportevenementen. Kijk, 1 geeft de ruimte om er maar 1 te doen. En ik denk dat je de ambitie moet hebben om er veel te doen. Meer te doen. Helder. Oké, dank. Dames en heren, daarmee hebben wij onze tweede ronde gehad. Wij gaan naar de laatste ronde toe. Het laatste blokje wat hetzelfde werkt als u weer... deze kant op kan lopen, dan wil ik... Nee, u kunt blijven staan zelfs. Laat ik dan weer aan die kant gaan staan. Voor de... overzichtelijkheid. Mevrouw Tenne, u staat nummer 3 op de lijst. Ja. Voor de SP. Klopt. U noemde het net zelf al even ergens. U bent oorspronkelijk, heeft u in Groningen in de raad gezeten. Ja. U werkt nu in de Tweede Kamer als fractiemedewerker. Klopt ook. En u hoopt dan nu uiteindelijk voor de SP in de gemeenteraad van Amsterdam te komen. Ziet u dit als een opgaande lijn of zegt u van nou, dat is een vlakke lijn? Ja, dat is heel lastig. Want ik kan natuurlijk niet de Groningers voor het hoofd stoten. Wel ook niet de Amsterdammers voor het hoofd stoten. Ik denk dat het allebei gewoon heel anders is. En dat het allebei weer met verschillende uitdagingen komt. En verschillende voordelen en verschillende nadelen. Ja. Maar beide is in ieder geval heel erg leuk. Dus dat is alvast een voordeel. Oké. Nu heeft u veel de Tweede Kamer rondgelopen. Daar was in ieder geval tot afgelopen weekend toch een beetje het credo. Samenwerken met de VVD, dat doen we niet. Gaat u zo ook de campagne hierin of zegt u van nou, in Amsterdam zien we dat anders? Kijk het ook naar de afgelopen 4 jaar. Ja. Ik ben benieuwd. Ja, spannend hè dit. Nou, volgens mij hebben we de afgelopen 4 jaar laten zien dat we dat lokaal kunnen. Landelijk zit je toch met hele andere thema's. Hè? Veel grote sociaal-economische vraagstukken. Die lokaal ook wel spelen, maar toch een stuk minder. Ja. En landelijk liggen we gewoon echt te ver uit elkaar, ideologisch gezien. Hè? Ja. We denken gewoon heel anders over de wereld en de mensen. En dat is lokaal blijkbaar goed te overbruggen. En vooral op sportgebied, volgens mij zijn we het daar redelijk met elkaar eens. Dus volgens mij gaat dat prima. Dus lokaal kan dat. Oké. Ik wilde even 2 korte dingen uit uw verkiezingsprogramma naar voren halen. Wat voor de rest wellicht niet aan bod komt. In ieder geval 1. U wil heel graag als SP afspraken maken met sportclubs. Die ervoor gaan zorgen dat ze alleen maar gezond voedsel uitserveren. Hoe kan je dat doen? Wat heb je eigenlijk als macht als gemeente om met sportclubs en hoe zou je dat aanpakken? Nou ja, ik denk niet dat je dat per se kunt afdwingen, maar je kunt natuurlijk wel met ze in gesprek gaan en afspreken dat je dat doet. Hè. Op het moment dat jij sport, is dat ook goed voor je gezondheid. Je ziet dat het overgewicht, vooral onder kinderen, het percentage is nog best wel hoog. Dan is het best wel gek als je net lekker hebt gesport, dat je dan in de kantine komt en daar dan patat met frikandellen eet. En dat kan, en ik bedoel ik snap best dat gezellig is, maar het kan ook heel gezellig zijn als je daar wat gezonders hebt. Dus dat is op zich volgens mij, ligt dat best in de lijn met een gezond leven en sporten. Ja. Dus intensief overleg met die verenigingen, je kan het niet afdingen, maar wel doen. Tweede is, u wilt het sportfonds verder uitbreiden, het jeugdsportfonds bedoelen we dan. Ja. Met wat is de voornaamste reden daarachter? Nou ja, wij willen sowieso de armoedevoorzieningen in de stad uitbreiden. Dus we willen van 120%, dat is nu, hè, als je minimumloon of de bijstand ook, dus 120%. En dat willen wij naar 130%. Dus dat betekent gewoon dat de groep die gebruik kan maken van die voorzieningen, dat die groter wordt. En daarmee dus ook automatisch dat het jeugdsportfonds wordt uitgebreid. Ja. Helder, ook aan u. 2 minuten om van achter het katheder de zaal uit te leggen waarom er eigenlijk maar 1 keuze is, 21 maart. Ja, nou ja, jullie hebben al best wel een hoop gehoord over wat de SP vindt. Het een misschien iets minder mee eens in deze zaal dan het ander. Maar wij staan vooral voor de breedsport. En dat is niet voor niks, want je ziet gewoon dat er toch grote sociaal-economische verschillen zijn. En ook grote sociaal-economische gezondheidsverschillen. En dat betekent dat als jij in een gezin wordt geboren met armere ouders, met mensen die minder geld hebben, dat je levensverwachting zo'n 6 jaar lager is. En dat is best wel schrikken, toch? Tenminste, ik schrik daarvan. Als ik dat lees, dan denk ik, dit is niet, is gewoon niet oké, dit moeten we niet accepteren. Sterker nog, niet alleen is je levensverwachting minder, maar het aantal jaren dat jij in goede gezondheid leeft, als jij opgroeit in een gezin waar minder inkomen is, misschien met een andere herkomst, dan is je aantal jaren dat jij gezond leeft
nog lager. Nou, wij vinden dat het allerbelangrijkste en de grootste uitdaging hier op sportgebied om dat zoveel mogelijk tegen te gaan. En dat betekent dat we iedereen aan het sporten moeten krijgen. Dat betekent dat we die 11% van die mensen die niet kan zwemmen, dat we dat niet kunnen accepteren. En dat we die mensen aan het zwemmen moeten krijgen. Dat betekent dat we die jongeren die nu in die wijken zitten, zoals in Zuidoost, in Nieuw-West, in Noord, dat we die moeten laten sporten. Nou, en hoe willen we dat nou doen? Hebben we al een tipje van de sluier is al opgelicht, of eigenlijk is het hele plan al uitgelicht. Dat is door het te koppelen aan scholen. En dat betekent dus dat er geen barrière meer is voor ouders om te zeggen, mijn kind kan niet sporten, want we hebben daar geen geld voor. We hebben geen geld voor kleren. We hebben geen geld om contributie te betalen aan een vereniging. Nou, we kunnen daar een proef mee doen. Het was ooit een idee ook van Johan Cruijff. We denken, nou, dat kunnen we omarmen. We kunnen daar een proef mee doen, zodat iedereen kan meedoen en dat we dus die sociaal-economische gezondheidsverschillen terugdringen. En dat sporten ook gewoon echt heel leuk wordt voor jongeren en dat ze samen kunnen zijn en elkaar ook ontmoeten in de stad. Wat natuurlijk ook heel belangrijk is. Dus al met al is dat gewoon ons grootste punt op het sportgebied. Hè, daarom kunnen ook meer jongeren sporten als we het jeugdsportfonds uitbreiden. En zo investeren wij in de breedsport. Dank u wel. Precies. Precies. De getimed exact op de 2 minuten. 1 iemand hebben we nog niet gehoord in het interview. Ja, namens GroenLinks, Rutger Groot-Wassink. Welkom aan tafel. Ja, het viel aan het begin al eigenlijk al even. U bracht het zelf al naar voren. Toen ik maar ging voorbereiden, toen kreeg ik eerst toegezonden de hele D66-paragraaf over sport. Dat was een vrij lang stuk. En toen daarna kwam GroenLinks. Het was extreem kort. Is dat nu vooral de keuze die u net zei? We hebben gewoon ook gekozen voor een heel kort verkiezingsprogramma. Of zegt u van ja, wij natuurlijk vinden de sport belangrijk, maar in onze prioritering ligt het iets minder hoog? Ik denk dat het een beetje van allebei is. Wij hebben wel echt gekozen voor een heel kort programma. We hebben dat ook als een van de eerste gepresenteerd. En eerlijk gezegd vond ik het nog wat te lang. Had het voor mij wel wat minder gemogen. Maar ja, dat heb je nou eenmaal in een vereniging. Dan heb je leden die er allerlei dingen in amenderen en zo. Daar heb je het dan maar mee te doen. Bijvoorbeeld die ROC's waar we het net over hadden. Ik vind niet dat een programma een soort... Dat je maar moet streven om alles in een programma te zetten. Ja. Maar tegelijkertijd, nee, ik denk dat sport heel belangrijk is. Maar is het... Ja, denk ik wel dat als wij kijken naar hoe wij naar de stad kijken, dat er urgentere problemen zijn. Omdat ik vind dat heel veel met sport heel goed gaat. Ja. En wat is dan in grote de winst van een heel kort verkiezingsprogramma? Je zou ook kunnen zeggen, het is wel een goed middel om mensen te informeren waar de partij voor staat. Maar er is kennelijk een hoger belang. Nee hoor, ik heb wat dat betreft mijn illusies dat hele volkstammen verkiezingsprogramma's lezen echt wel verloren. Wij hebben een relatief kort programma wat meer essayistisch is over de stad. En heel veel standpunten zijn bijvoorbeeld te vinden op de website. En heel veel standpunten zijn ook uitgedrukt de afgelopen 4 jaar in stemgedrag. Ja. 1 ding heb ik wel kunnen vinden. Inhaalslag. Er staat wel wat meer in hoor. Nee, maar ik bedoel op de sportparagraaf dan. Ja. En dan bedoel ik wat ik heb kunnen vinden wat los staat van de 3 onderwerpen die we nu hebben. GroenLinks zegt we willen een inhaalslag toegankelijkheid maken van sportvoorzieningen met behulp van een toegankelijkheidsfonds. Ja. Wat moet ik me daarbij voorstellen? Nou ja, niet alle sportfaciliteiten zijn ook per se toegankelijk voor mensen met een beperking. En wij vinden dat toegankelijkheid in een stad heel belangrijk. En dat betekent ook dat je sommige sportfaciliteiten toegankelijk moet maken. En dat kunnen verenigingen niet altijd betalen. En wij vinden dus dat je daar een fonds moet inrichten. Ja. Zodat mensen met een beperking op eenzelfde manier deel kunnen nemen aan sport. Ja, en dat is dan een fonds waar je dan aanvraag kan doen. Ja. En daar kan dan je contributie voor betaald worden. Nou ja, maar of bijvoorbeeld ook een fysieke wijziging in een faciliteit. Ja, want want als je dan de verenigingen zou koppen. Het CDA zegt dan van joh, maak de lasten voor die sportverenigingen lager door ze belasting minder te laten betalen. U kiest dus voor een ander middel. Nee, maar volgens mij is het ook in die zin en-en. Want ik werd mij net ingefluisterd dat de dingen waar het CDA van zegt dat die nog geregeld moeten worden, dat die de facto al geregeld zijn. Dat wil ik een voorbeeld. Dat moet ik een voorbeeld noemen. Nou, die OZB is al geregeld bijvoorbeeld. Maar voor de zekerheid nog een keer komt. Ik weet nooit wie er nog komt. Nee, maar ik ben daar ook voor. Ja. Hè? Dus volgens mij moet je helemaal niet denken in en-of-of. Maar dit zijn echt dingen die en-en zijn. Oké. Okay.
Twee minuten als laatste. Ja. Om toch richting de zaal nog een betoog te houden. Ik zal heel veel kunnen herhalen van wat de vorige sprekers hebben gedaan. Dat ga ik allemaal niet doen. Ik denk dat wat u, als het aan GroenLinks ligt, mag verwachten, is dat wij investeren in sport voor iedereen. Omdat ik denk dat sport heel belangrijk is en ik gewoon principieel vind dat iedereen mee moet kunnen doen. Ongeacht je afkomst, ongeacht de dikte van je portemonnee. En dat is, denk ik, voor ons allemaal wel cruciaal. Maar ik vind daarnaast dat we ook moeten investeren in vergroening van de openbare ruimte. Want zoals ik eerder al zei, is sporten ook gewoon spelen. En moet je juist kunnen spelen in een stenige stad als Amsterdam. Want dat is ook een stap naar de sport om dat later te doen. Bijvoorbeeld als ik kijk in het Westerpark, ik woon vlakbij het Westerpark. Daar zie je dat kinderen de ruimte hebben om van alles te doen. Om zelfs te skaten op hele, geen prettige stenen. Maar dat heeft dan weer een effect. Of om te voetballen. Dus vergroening is echt belangrijk. En misschien als allerlaatste vind ik dat we gewoon moeten zorgen. En dat slaat terug op het eerste punt dat iedereen mee moet kunnen doen. Dat we ook sportverenigingen moeten versterken. En dat we ook de relaties tussen scholen en sportverenigingen moeten versterken. Omdat ik vind dat sport een allergrote rol misschien wel speelt in de verbinding van mensen. Hè? Ik bedoel, het cliché zegt sport verbroedert. Maar het is natuurlijk wel zo. En sport heeft ook in deze stad, waar ongelijkheid toeneemt, mensen steeds meer uit elkaar leven, soms zelfs tegenover elkaar staan, wat mij betreft ook de functie om ervoor te zorgen dat mensen elkaar ontmoeten, met elkaar optrekken, winst en verlies met elkaar delen en uiteindelijk weer leven samen te leven. Dank je wel. Dank. Dank. Dames en heren, daarmee hebben we alle interviews gehad, we hebben alle pitches gehad, maar u heeft nog één stelling te goed. En dat was de stelling die helemaal begin van de avond al door de sportraad een beetje werd ingefluisterd. Veel daar zouden we het over moeten hebben. U krijgt hem nu in beeld. Het nieuwe college moet de invoering van een bindende sportnorm alsnog realiseren. En de sleutel in deze stelling zit hem in het woord bindende. Dus het is niet de norm waarvan we zeggen het zou wenselijk zijn als. Nee, vastleggen wat de sportnorm zou moeten zijn. Wat die sportnorm als definitie precies is, dat krijgen we vast te horen tijdens het 1-op-1 debat. Renier van Dantzig en Mark Haverkamp nodig ik graag uit naar voren. U mag hier zometeen ook weer over stemmen aan het einde. Maar eerst zou ik even willen zien wat hier is. Hebben we wederom allemaal rode groene kaarten. En we hebben het dus over de bindende sportnorm. We kunnen even een half uur schorsen als u dat wil, om erover na te denken met de achterban, maar ik zie hier twee keer groen. Ik zie zes keer groen. Dit is toch geen verrassing, eerlijk gezegd. De fotografen leggen het vast, de camera legt het vast. We gaan er toch proberen een debat van te maken. En dan wil ik eens even beginnen bij de heer Van Dantzig. Volgens mij van de verkiezingsprogramma's, maar als ik het fout heb, hoor ik het straks anders, staat het in die van u het meest scherp geformuleerd. Dat die sportnorm er moet komen. Daar staat alleen niet bindend bij. Niet bindend. Nou, je mag als wij wat opschrijven in ons verkiezingsprogramma aan de regelen dat het bindend is. Kijk, waar het mij om gaat is dat er heel duidelijk bij alle huizen die we bouwen, bij alle nieuwe wijken, vast een aantal vierkante meters. En ik vind 5 een heel mooi uitgangspunt. Mm-hmm. Maar dat mag je ook wel even per wijk bekijken. Maar laten we dat vast erin zetten, zodat sport geen keuze meer is, maar dat sport altijd gebeurt. Ja. En dit is eigenlijk ook iets waar we het volgens mij allemaal over eens zijn, want het is wel misschien grappig om even te vertellen hoe dit zo gekomen is. De sportraad had echt een van de beste voorstellen die ik in tijden heb gehad. Die hebben we omarmd als gemeenteraad. Erik van den Burg heeft erbij geholpen. Volgens mij zijn er nog ambtenaren ingevlogen om mee te denken. Dus iedereen wil die sportraad. Wat dat betreft is dit ook geen verrassing. Volgens mij moeten we vandaag met elkaar afspreken. Ja. Lukt het nog om deze collegeperiode in te voeren? Want dat vind ik heel belangrijk. Omdat er nu, er zijn bijvoorbeeld de sportraad als in voor maart. Nou, gewoon nu, iedereen wil het. Volgens mij moet er zo snel mogelijk een voorstel in het college liggen om dit te steunen. Mm-hmm. Want er worden nu natuurlijk gewoon huizen gebouwd. Er zijn 9000 huizen vorig jaar gebouwd. Die hebben allemaal niet genoeg sportvelden. Daar maak ik me grote zorgen om. Dus wat mij betreft regelen we het nog vanavond. Nou, ik kijk even om mij heen. Kunnen we dit vanavond regelen, dames en heren? Het besluit is door de gemeenteraad al genomen. Het probleem waar het nu om gaat is daar een koppelen van geld. Geen enkel misverstand. Ik ben blij met de oproep van D66.
Als D66 zegt, college, gooi de begrotingsregels overboord en regel het nu vooruitlopend op... Wie is de wethouder financiën ook alweer? Ja, ik ben daarvoor. Ja, dus als jij vanavond Udo belt, bel ik vanavond Udo. Als je nog leest. Ik ben er zo voor onder indruk. Nee, maar goed. Maar wacht even. Weet eens met deze analyse dat het nog vast zit. Het is dus door de raad heen. Het zit vast op financiën. Nou, daar ga ik vanuit van niet. Want je mag ervan uitgaan dat als er een voorstel is wat klopt. Ik weet niet of heb je al een voorstel gedaan, Erik? Ja, dat denk ik niet. Nog niet aan jullie. Maar laten we even het voorbeeld nemen van wat de sportraad vandaag heeft getwitterd. En waar jij het in ieder geval mee eens was. Want ik zag je het driftig niet tweeten. Dat voorstel kost geld. Jij sprak over 25 sportvelden. 25 sportvelden aanleggen. Dat kost 25 keer pak een beet 7 ton. Ja, maar nou, natuurlijk regel het volgende. Nee, morgen hebben we gemeenteraad. Punt is daar. Regel het morgen in de gemeenteraad. Nee, punt is daar. Ik ben voor. Punt is daar. Dan gaan we even doen. U hoort allemaal het principe. Het is anders. Ja, maar kijk waar het om gaat. En daarom, dat moet Erik weten. Want Erik is naast wethouder sport ook wethouder ruimteordening. Als je nieuwe wijken bouwt, verdien je heel veel geld als gemeente. Omdat gewoon die grond levert geld op. En daar moet het uit betaald worden. Daar moet het ingezet worden. Dat is de inzet. Als we dat met elkaar regelen, dan is het volgens mij direct rond. En ik zou dat graag zien. We moeten niet een nieuw potje opentrekken. We moeten het in die plannen regelen. Ik blijf nu even aan deze kant. Dus u zegt, we kunnen dit prima nu beslissen en doen. En bij het creëren van een nieuwe wijk, dan neem je het mee in de begroting dat het er vast in zit. Ik ga even naar het CDA, want bij u staat sportfaciliteiten prominent meenemen bij nieuwbouw. Dat is iets zwakker geformuleerd, maar... Ja, ook. Maar dat je ook hetzelfde. Ja, precies hetzelfde klinkt het. En het is vooral ook dat je dat meeneemt ook in je plannen, dat het expliciet benoemd wordt, dat het ook zo in het hele stad neergezet wordt. Ook in de nieuwe havenstad, in elke nieuwe wijk, dat plaatsvindt. En daarnaast het nu vinden wij ook belangrijk dat met de verdichting van de stad, dat we wel rekening moeten houden met de huidige sportaccommodaties en dat dat niet verminderd mag worden. Ja. En als we nu de link maken naar bestaande wijken, want de norm richt zich nu op nieuwbouwwijken. Je zou natuurlijk ook nog kunnen zeggen, je zou die norm ook nog met terugwerkende kracht, en dan kost het waarschijnlijk wel geld. Ja, dan heb je het sportaccommodatiefonds voor. Daar zullen wij ook, als we met onze financiële doorrekening komen, fors in investeren. Ik denk dat dat heel belangrijk is. Maar dit gaat primair eigenlijk om de nieuw te bouwen zaken. We hebben volgens mij deze periode gigantisch geïnvesteerd in nieuwe sportvelden in de bestaande stad. 55 miljoen. Echt een groot goed. Maar dit gaat echt om nieuwe wijken. Maar volgens mij is het ook niet iets waar we ruzie over moeten maken. Het is vooral iets wat we moeten regelen. Ja, ik denk dat wij hebben dat ook in de commissie breed gezegd. Eén iemand die hier niet aanwezig is, Orhan Kajar, is ook iemand die keihard heeft ingezet hier voor de sport. Wil ik ook even noemen van de PvdA. Niet verkiesbaar, dus geen concurrent voor mij. Ja. Maar hij heeft wel alle complimenten verdiend. En ik heb ook alle verkiezingsprogramma's naast elkaar gelegd. En we hebben eigenlijk altijd gezamenlijk overleg van wat kunnen we doen, wat kunnen we betekenen voor sport. Ja. Daar heb ik een paar punten ook naar voren gehaald van volgens mij die wij met elkaar zouden kunnen ondertekenen hier. Ja. En dan wil ik daarvoor ook een soort sportakkoord presenteren. Ja. Ja. Maar moeten we dat fantastisch hebben? Nou, ik wil Mark vooral een compliment maken dat hij initiatief heeft genomen om tot een sportakkoord te komen. Je belde mij, denk ik, gisteren. En ik dacht, dat is een fantastisch idee. Dat is namelijk echt in de geest van hoe wij sport aanvliegen in Amsterdam. Ja. Samen iets doen. Dus wat mij betreft gaat de handtekening van D66. We moeten kijken of iedereen mee wil. Mijn handtekening heb je, Mark. Maar u wil dat nu presenteren? Of dat wil ik zo na het debat. Na afloop van het debat gaat u dat presenteren. En dan zijn we er allemaal bij. Kijken of iedereen hier ook meetekent. Oké, maar tijdens de bol hebben we nog een mooie presentatie. Kan er direct op getoast worden als het erbij komt. Ik ga even naar deze kant nog. SP, u had het niet in het verkiezingsprogramma staan. Bij de SP staat, sportvoorzieningen zijn belangrijk. Alleen, u definieert niet precies in het verkiezingsprogramma
Nee, maar wij hebben natuurlijk wel het initiatiefvoorstel gesteund dat D66 destijds heeft ingediend. Dat hebben wij mede ingediend. Zeker. Dus ja, dat vinden wij ook. En als het gaat om geld, nou ja, ik zou zeggen, misschien kun je het bij Topsport vandaan halen. Het is een suggestie. Nou, kleine suggestie. Dan heb je wel een probleempje, want we hebben een Topsport evenementenbudget van 2 miljoen structureel in de begroting zitten. En even als voorbeeld, 25 sportvelden erbij is 20 miljoen. Ik rond even af. Een extra zwembad erbij is 24 miljoen. Ja. Dus dat gaat echt wel over serieus geld. Dat red je niet met die 2 miljoen die we voor topsportevenementen hebben. Helaas. En dat was natuurlijk ook een beetje wat er net gebeurde. Want kijk, Reinier zegt, regel het nog deze periode. Deze periode betekent of de raad van morgen. Of de raad van over 3 weken. Of de raad van over 6 weken. Maar we hebben het hier wel over tientallen miljoenen euro's. Die daar gekoppeld moeten zijn. Maar want je hebt het al snel. De 25 velden uit zijn tweet van vandaag. 1 zwembad die terecht door Soufiane Mbarki. Maar de redenering die erachter zit, die ik hoorde. De redenering, even die redenering herhalen. Nee, maar normen is leuk. Normen is leuk. Maar het gaat niet om woorden, het gaat om daden. Het gaat in dit geval gewoon ook om geld. Ja, maar Erik, jij verdient al voor de stad geld als je nieuw gaat bouwen. Ja. He, daar maken we allemaal keuzes mee. Bouwen we wel of niet een brug? Hoeveel percentage sociale woningen? Daar kunnen we toch ook gewoon inzetten hoeveel sportvelden er komen. Dat moet gewoon in elk plan, dat moet een norm zijn. Daar zijn we het niet over oneens. Maar datzelfde doen we overigens ook voor ziekenhuizen, voor zorginstellingen, voor buurthuizen, et cetera. Maar waar bent u dan onder? Wij zijn het eens. Alleen dat moet je wel. Ja, maar dan kunnen we ook stoppen ermee. Want dan ga ik even naar de heer Grootwassink. Want u zegt ik wil er iets aan toevoegen. Dat regel je niet morgen. GroenLinks. Nou, waarom niet? Vraag ik me dan af. Kijk, even voor de duidelijkheid. Hè. Ik zou dan ook zijn voor een norm van openbare ruimte en groen. Nee, waar ik verbaasd om was en waarom ik bijna tegengestemd had, is omdat ik helemaal niet vind dat het volgende college dat moet regelen. Ik had eigenlijk verwacht dat toch D66 en de VVD dit al geregeld hadden. Ik bedoel, ik heb nu het vermoeden dat de wethouder financiën van D66 een beetje moeilijk doet. Dan gaan we toch, Reinier, morgen verzin een dekking. Wees creatief. Die je morgen in. Wij zullen weer voorstemmen hoor. Wij hebben eerder voorgestemd. Het moet gedekt worden uit, dat noemen ze dan de grondexploitatie, de opbrengst van nieuwe bouwprojecten. Dus het moet. Ja, maar je wilt eerst toch niet wachten college tot na de verkiezingen? Ja, maar anders heb je geen sportnorm. Dan trek je een pot met geld uit. En dat is nou volgens mij precies niet wat de sportraad wil. Want ik heb het goed geregeld. Ja, maar de norm zijn we het allemaal over eens. De norm zoals die gedefinieerd staat in deze stelling is volgens mij de norm waar je het allemaal over eens bent. Dus dat is bij een toekomstig bouwproject. Dan zeg je, er moet, wat is het, 5 vierkante meter per huis. Dat kost nu nog niks volgens uw redenering. Nou nee, het kost wel geld, maar het moet niet direct uit de begroting komen. Maar waarom regelen we het dan niet? Loopt niet het geld wat we verdienen met het bouwen. Een van de redenen waarom we het niet morgen regelden, is omdat wat Reinier nu zegt, niet de manier is waarop we tot nu toe financieren. Nee, oké. Tot nu toe financieren wij het gewoon vanuit de reguliere begroting, zoals we het ook doen voor andere voorzieningen in de stad. Dus het kan morgen. En dat kan morgen. Je kunt dus gewoon morgen zeggen van, willekeurig voorbeeld, hè. Doe je ook mee. We verhogen de toeristenbelasting. We verhogen de toeristenbelasting. En dat geld kun je morgen besluiten. Pas je de begroting zo morgen. Ik vind het snel geregeld, maar je weet dat ik voor ben. Maar ik denk dat het goed zou zijn als het college een voorstel doet. Ik ga nog even naar de Partij van de Arbeid, want die hebben we nog niet gehoord in deze discussie. Nee, ik ga even naar de Partij van de Arbeid nu. Vaak genoeg bent u heen en weer gegaan. Het staat ook in ons verkiezingsprogramma heel duidelijk wat wij willen. Uiteindelijk is het belangrijk om in een wijk waar je gaat wonen, dat er ook voldoende ruimte is om te bewegen. En het raakt niet alleen maar aan vandaag, maar het raakt ook over 10 jaar over de leefbaarheid van die wijk. Ja. Maar ik vind de vlucht die vandaag genomen wordt door D66, vind ik, die moet dan ook gaan leveren nu. Op het moment dat je zegt, we willen dit, dan denk ik van we hebben morgen een raad, de bedragen zijn helder. Volgens mij bent u met 14 zetels een van de grootste partijen. Ik denk dat u die invloed ook kunt aanwenden in het college. Laten we dit dan regelen. U begon ermee, laat dit regelen. Laat het regelen in het college of in de raad. Onze steun heeft u. Nou, perfect. Gaan we doen. Perfect, voorzitter. Voorzitter, even voor de helderheid. Hè. Vanochtend de Telegraaf. U zult hem ongetwijfeld gelezen hebben. Daar zegt Reinier dat dit moet gebeuren en dat het te weinig ambitie is. Dat zegt hij op woensdagochtend, dinsdagochtend in de Telegraaf. Hier herhaalt hij het. Put your money where your mouth is, in dit geval je actions. Dus als jij vindt dat de wethouder Sport van Amsterdam dat niet genoeg heeft gedaan de afgelopen tijd, zoals je vanochtend zegt in de Telegraaf, kom morgen met een voorstel. Het is geregeld. Ik ga het laatste woord geven. Geef ik even aan D66, want daar zijn de pijlen op gericht. Regel ook wel even zijn intensive kerkkamer voor een van je collega's. Maar, ik wilde Erik van den Burg. Erik, het is nu genoeg. Ik wilde Erik van den Burg. Een beetje leuk.
Een kraanbouwerij niet zin in. Ik wilde Erik een groot compliment maken, omdat ik vind dat hij fantastische dingen voor de sport heeft gedaan. Ik had alleen gehoopt dat als de hele gemeenteraad een amendement indient, dat er nog deze collegeperiode een heel concreet voorstel had gelegen. Het is uiteindelijk zo. Wij hebben als raad ons werk gedaan. Erik moet nu als wethouder ruimtelijke ordening dat in de plannen verwerken. Als we dat voorstel nou nog deze periode hebben, dan zal D66 het voorstel van Erik daartoe steunen. Nee, maar wat moet er dan in dat voorstel staan? Daar moet in staan. We gaan nu in alle bouwprojecten die we doen, is de norm die de gemeente hanteert dit. En we berekenen dat dat ongeveer zoveel geld kost. En wij denken dat we dat zo kunnen financieren uit de huizen die we gaan bouwen. Dat moet erin. Oké, maar u kunt ook een motie indienen waar u oproept om dat te doen. Ja, maar dat hebben we al gelegd al. Maar dan, ja, okay. Het probleem is, we hebben het al gedaan. Ja, ja. En daarna moet... Als ik wethouder was geweest, dan had ik het kunnen regelen. Dames en heren, wij... Wat zei hij? Hij zei, als ik wethouder was geweest, had ik het kunnen regelen. Ja, maar nou, ik ben raadslid. Wie weet de volgende periode. Hij leverde hier in het college, maar dat redde hij niet. Dames en heren, wij... Als je raadslid bent, kan dat ook hoor. Maar... Wat wij nog niet gedaan hebben, is over deze stelling nu nog stemmen. Want u als zaal heeft hier ook iets over te zeggen. Kijk, laten we dat in... Oh, in beeld brengen. Oh, het nieuwe college. Kijken of u net zo massaal het ermee eens bent als hier op het podium. Zij tot er een kanttekening was bij de uitvoering bij wie de bal ligt. Dan. Maar de stelling zou moeten zijn het huidige college. Ja, nee, maar dat is de. Dat is niet wat de stelling is, want de stelling is zoals die hier staat. Ja, maar dan moeten we nu nog aanpassen. Ik zie het als een. Ik zie een massale voorstem voor deze stelling. Dan is er aan het einde, terwijl ik even nog naar links kijk, want het CDA wil dus nog iets aanbieden of iets ondertekenen. Het Amsterdam Sportakkoord. Het Amsterdam Sportakkoord. Laten we dat dan buiten het orde van de. Het debat doen, maar heeft iemand dat kunnen lezen? Ja, ze hebben het gelezen. Hun verkiezingsprogramma zijn de basis. Dat is vanmiddag, hè? Zullen we allemaal. Nou, dames en heren, laten we dat wel even. Je moet nooit iets tekenen als je het niet gelezen hebt, hè? De kleine letters. Ja, dank je. Deze die doet het niet zo goed. Er is één stift die het niet doet. Nou, tekent u... Nee, ik ben het even aan het lezen. Mag ik dat tekenen? Ja. Anders heb je dat ook maar niet. Ah, oké. Okay. Die CDA die deugt. Kijk. Oh, je naam stond er al bij. Ja, dan had je nog groot kruis. En het CDA tot slot. En nou zit je dan vast. Gaat u even achter die tafel staan. CDA in het midden. Achter de tafel. Ja. Nou, kom maar. Ja. Voor de tafel. Voor de tafel, natuurlijk. Ja. Jij in het midden. Deugd in het midden. Ja. Hou hem dan ook even vast, Renier. Ja, wil het je af. Ja, top werk, Mark. Ja. Hartstikke goed, applaus voor het CDA in dit geval. Heb ik nog één laatste stemming voor u, dames en heren? Want aan het begin van het debat zei ik... Doel van een verkiezingsdebat is u in de zaal helpen om uiteindelijk op 21 maart een keuze te kunnen maken. Aan het begin van het debat heb ik u gevraagd, als u nu zou mogen kiezen, dat is anderhalf uur geleden, hoe zou u dan stemmen? Enige vraag die ik u nu zou willen voorleggen, is op basis van het debat wat u nu gehoord heeft. Bent u van mening veranderd op wie u gaat stemmen op 21 maart? Ik ga u niet precies vragen waar u naartoe gevlogen bent, maar zijn er mensen in de zaal die zeggen, op basis van dit debat... Ben ik van mening veranderd en ga ik wellicht anders stemmen? Ze komen al binnen. Er waren al die twee. Ja, er waren precies 19 zwevers. Ja, 18 mensen die tegen. 19. Nou, er zijn nu een aantal mogelijkheden. Of ongeveer iedereen die nog zweefde is inmiddels geland. En de rest is gewoon gebleven waar ze zijn.
Het kan ook zijn dat deze 20 mensen inmiddels zijn gaan zweven, terwijl ze aan het begin van de avond wisten op wie ze gingen stemmen. En zo zijn er allerlei dwarsverbanden nodig. Dat gaan we nu allemaal niet uitzoeken, maar in ieder geval is dit wel een conclusie dat het debat in die zin al zin heeft gehad. Dat een aantal mensen weer anders zijn gaan denken dan dat ze aan het begin van het debat deden. En dames en heren, dat is ook het grootste doel van een debat. Is dat je aan het eind van het debat meer informatie hebt en wellicht meer twijfelt. Heb ik dan nog dienstmededelingen aan het einde van het debat? Voordat ik de dames en heren op het podium bedank. Dat gaan we overigens op een bijzondere manier doen. Zij krijgen allemaal, en dan luisteren ze niet eens meer, terwijl nu de... Allemaal krijgen zij 2 gratis toegangskaartjes om hier op deze prachtige baan de komende maanden te gaan schaatsen. En u kunt dus ook dat eerst de een de ander uitnodigt, dan vice versa. Dan kunt u 2 keer samen schaatsen. Kortom, u kunt een hele mooie campagne ingaan. U mag ze ook weggeven, mag allemaal. Dat is 1. Ten tweede, de mensen die via de livestream verbonden zijn, zou ik adviseren nu uit te schakelen, want dan hoort u niet dat ik tegen de rest van de zaal zeg dat wij gaan borrelen met z'n allen. Althans, degene die dat willen, u kunt hier achter nog wat drinken. Mag ik nog eenmaal een groot applaus voor de 6 vertegenwoordigers van de 6 partijen. We hebben geleerd dat alle 6 partijen een groot sporthart hebben, voor meer sport in de stad zijn. Op details verschillen ze nogal. Maar in de grote lijnen bent u het er allemaal over eens. Er zijn toezeggingen gedaan, die staan op beeld. We hebben 150 getuigen. Wij kunnen ze de komende 4 jaar eraan houden. Ik dank u voor uw komst. Geniet u zeker nog even na van een bol. Spreekt u verder. Leest u ook nog even het sportakkoord wat net blind getekend is door iedereen. Ik dank u heel erg voor uw aanwezigheid namens de Sportraad en de Stichting Topsport en de Bali. Dank voor uw aanwezigheid en tot ziens. Dus gaan we.